Ja, ik hou van uh, wijsheid, dus ben, ben ik dan ook een filosoof eigenlijk? Uh, ja, dat denk ik wel. Ja? Ja, ja, als, je, ja in ieder geval als je van wijsheid houdt, dan ben je, dat is letterlijk de vertaling van filosofie. Ja. Liefde voor wijsheid, ja. Maar mag iedereen zich filosoof noemen, of jij je hebt er wel echt voor gestudeerd? Ja, nee, ja, er zijn natuurlijk een aantal definities. Ga maar iets dichter bij de mic, oh, Ja. ja. Uh, er zijn een aantal definities voor filosofen, maar ik vind de mooiste nog van een, een Duitse filosoof, Schopenhauer. Mm -hmm. Die zegt, uh, een filosoof is iemand die uh, de moed heeft alle vragen te stellen en in staat is om vanzelfsprekendheden te ontdekken en die te bevragen. Ja, ik denk dat er mensen zijn die filosofie gestudeerd hebben... ...en dat niet kunnen. En mensen die geen filosofie gestudeerd hebben... ...die dat de te doen. Ja, de, de perspectieve lenigheid heb ik onthouden... ...van een gesprek met Elke Wisse wat ik had. Oh ja, 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 ja nou, die klopt ja. Die, uh, pers ja, klopt. Die, die uh, heeft ze van mij geleend. Die oh oké, okay, okay. ja, ja, dat, dat is goed is, te weten. <laughs> ja. uh, Lambert Kampuis is hier. Hij is uh, de schrijver van... ...Filosofie voor een Weergeloos leven... ...wat een internationale bestseller is. Er is een uh, update op een gegeven moment gekomen... ...aan het begin van de crisis... Echt ja. wel uh, slim. Uh, op weg naar vrijheid is van jou. Stoïcijnse teksten voor tijden van crisis. En een boek, dat, maar ik heb het niet, ik heb het ook niet gelezen. Dat gaat over uh, dertigers die uit de gereformeerde zuil komen. Ja. Nou ja, uh, oké, okay, laat ik daarmee beginnen, want daar kom jij ook vandaan. Uh, je vader was dominee, streng gereformeerde opgevoed en zo. Uh, is, hij, is hij trots op je? Um, oh. Ja. <laughs> dat is een goede vraag, Giel. Um, dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet. Nee. nee Je hebt geen niet. contact? Ja, we hebben, we okay. hebben wel contact. Ja. Ja, ja. Maar, maar de, ik... dit, uh, dit soort gesprekken voeren we eigenlijk niet. Oh, wauw. En uh, ja, en, en ik kan. Maar wel... überhaupt geen. Uh, want dat zou het. Uh, dus ook geen filosofische gesprek. Want ik denk juist dat er in die twee werelden, om het toch maar even tegen elkaar te zetten. Wow, het lijkt me heerlijk om er lekker over te praten. Ja, nee, dit lijkt me, ja, dat zou ik ook wel zeggen. <laughs> <laughs> maar dit, um, ja, vanuit hun kant zit dat, zit dat net iets ingewikkelder, denk ik. Ja. Um, omdat, ja, mijn vader is ook hoogleraar dogmatiek. En in, ja, in normaal taalgebruik is dogmatisch eigenlijk een negatief uh, mm -hmm. begrip. Maar daar ja, in, in, in de wereld waar ik vandaan kom, is het eigenlijk iets om trots op te zijn. Dogmatisch, ja. want je hebt gewoon je duidelijke Regels. leerregels. Ja. En, um, en toen ik. Op een gegeven moment in mijn leven, pas vrij laat hoor. Ik was 29 toen ik uit die kerk uh, yeah. ben gestapt. Um, ja, toen liet ik natuurlijk ook een, een pad achter, wat voor hen, ja, eigenlijk het enige pad is, wat het juiste is. En ook het pad wat naar um, een eventueel hemel leidt. Mm. Ja. Dus, dus dat is pijnlijk, ja ja. ja. ja, dus ik weet wel dat ze zeggen wel eens tegen mij van ja, ik sta dan, ik sta veel op congressen te spreken yeah. bij bedrijven en zo. Dat ze dat ze wel eens gezegd hebben van, um, ach ja, als je daar dan altijd zo staat, wat jammer toch dat je niet het verhaal van Christus brengt of. Uh, ja, ergens dacht ik ook. In, in feite ben je een, een dominee geworden, uh, alleen met, <laughs> ja. een, met een soort andere hoek zeg maar. Ja, op, ja, in, in de zin van dat ik dat ik voor mensen sta met ja. hen over levensvragen ja. Uh, ja. Uh, in gesprek ben. Ja, dat is wel de dominee kan. Maar bij de opa's waren ook nog eens dominee en mijn vader dus. En dus dat zit uh, hmm. dat zit er wel in. Maar ik. Uh, maar dat is best wel lang dan, want in de zomer van 2012 had jij, uh, nou, crisis, nou, laten we het woord er gewoon ingooien. Ja. Uh, het klinkt altijd zo zwaar, maar in ieder geval toen dacht je, ja, God, uh, theologische universiteit helemaal volgens plan. Ja. Uh, God dacht ik inderdaad, ja. Ja. God, <laughs> uh, waar is die eigenlijk? Ja. Uh, yeah. ja. En toen kwam de filosofie in je leven, maar dat is dus al wel tien jaar. Ja. Uh, dus 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 in de afgelopen tien jaar, nou ja, goed. Ja, ja het, is, het is denk ik, ik was, ik was 18 toen ging ik theologie studeren, ja. eigenlijk ook met het idee dus om, om dominee te worden in die, uh, in die kerk. En toen na drie jaar, denk ik, twee, tweeënhalf jaar, toen dacht ik, ik wil eigenlijk ook nog iets, een, een ander verhaal horen dan dit geformeerde verhaal. Want ik, ik zat ook op uh, basisscholen uit die kerk en uh, middelbare ja. scholen. En, uh, dus we hadden echt, tot mijn 29e ben ik ook nooit bevriend geweest met iemand buiten die ja, ja. uh, zeil toen dacht ik ja ik ga filosofie studeren want dan leer ik hoe mensen buiten de kerk denken en dan kan ik ze misschien beter uh, oh het was nog bedoeld om binnenhengelen uh, ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja, ja. of in ieder geval dat heb ik daar toen in kampen verteld dat dat er anders dan werd ja, het dan... nog niet gewaardeerd nee, okay. ja en um, en toen na het eerste college uh, filosofie toen um, liep ik naar die hoogleraar toe want het was, was een lang college echt drie uur of zo zei ik van nou we hebben het over allemaal uh, mooie thema's gehad maar um, wat is nu, hoe zit het nou? Zeg maar, wat is nou uh, het antwoord? Ja. En toen zei hij, uh, nee, uh, Lammert, uh, dit zijn de vragen. Ga wat er maar lekker op kouwen. Ja. En misschien kom je volgende week met nog uh, mooiere of belangrijkere vragen terug. Maar ik ga je niet uh, de er antwoorden geven. Er zijn geen antwoorden, ofthans. Nee, nee, nee. Ja. Ja. en toen zat ik terug in de trein van Utrecht naar Kampen. En toen dacht ik, uh, zo, zo kan het dus ook. Ja. Zo, en en da daar werd eigenlijk het eerste zaadje geplant voor, ja, voor ook het genieten van... Uh, verwondering en, en niet meer vastzitten in uh, de, de zekerheden. Nee. maar ja, uh, yeah. maar ergens. Ik weet niet hoe je daarop terugkijkt. Ik ben namelijk. Ik zeg niet dat ik helemaal weer terug in het geloof ben, maar ergens wel. Ik ben heel erg bezig met cursus in wonderen en ik ben nou ja, ook wel katholiek opgevoed, maar heb dat uh, ook wel achter mij gelaten. Ja. Maar ik voel wel en ik ben benieuwd hoe jij dat ervaart dat er toch een hoop, um, ja, ja. Ik, 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 ik kijk er nu wel met meer liefde op terug, omdat ik wel denk, van nou ah, ja oké, okay, we kunnen het hebben over uh, de, de dogma's en de regeltjes... maar in de basis een soort... ja, wie goed doet, goed ontmoet. Hmm. Yeah, uh, achtige ja. vibe. Ja, vind ik wel fijn. Ja, nee, er zit, er zit, het is ook helemaal niet dat ik... Het zijn, ik bedoel, we, we schetsen nu alsof... alsof filosofie en, en, en ja, theologie of geloof... Hmm. echt hele losse werelden zijn. Maar er zijn wel een hoop raakvlakken ook. Absoluut, ja. En, en kijk, er zijn ook wel van die uitspraken... Uh, Filosofie, dat zijn vragen die nooit beantwoord mogen worden. En uh, religie, dat zijn antwoorden die nooit bevraagd mogen worden. Hmm. Ja, dat is natuurlijk ook te, te karikaturaal. Dat is echt ja, een ja. echte generalisatie. Want er zijn ook filosofen die behoorlijk overtuigd zijn van hun filosofie. En er zijn veel gelovigen die heel zoekend en uh, mystiek eigenlijk geloven. Ja. Uh, dus dat is absoluut niet, denk ik, zo uit elkaar te slaan. Alleen in, ja, in mijn leven en, en de God die aan mij voorgesteld is in mijn jeugd. Dat is een God waar ik heel graag afscheid van neem. Ja. En, um... Want dat was wel een beetje. Ja, ik noem het altijd maar een beetje Sinterklaas. Als in uh, hij kijkt op je neer en uh, leef wel goed. Want anders, ja. Uh, ja. Ja, en dan Sinterklaas heeft dan nog humor en uh, geef <laughs> nog eens een cadeautje. <laughs> <laughs> dat, dat zat er bij deze niet, niet echt in. Hij nee, nee. was wel ja, echt een strenge, een strenge God. En, uh, maar waarbij ja, denk ik dat woord God ook voor mij ook besmet is geraakt. Ja, ja, ja. Maar ik, ik noem mezelf, uh, sindsdien noem ik mezelf graag een uh, mystieke agnost. Dus het, het agnost-deel is: ja, we zullen het nooit zeker weten nee. wat er hierna is, wat er hierboven is, wat er. Um, maar het mystieke is wel. Ik, ik blijf wel gefascineerd door een kracht. Ja, iets wat groter is dan ja. wat we zien of, ja, de, ja. Dus en, je bent wel spiritueel. Laat ik, kan ik het zo zeggen? Nee, nee dat Ik zou het niet dus spiritueel doen. Nee, ik, ik, heb, ik ben er laatst dus achtergekomen waarom ik moeite heb met het begrip ja, spiritueel. Okay. Uh, want ik dacht mystiek vind ik eigenlijk een heel fijne term. Want ja. het, daar zit voor mij het zoeken, het ja, ja, ja. Uh, tastend, een beetje. Ja, we openstaan voor alles, maar niet niet iets nieuws vastvinden. En, ja, en toen las ik een boek van Paulo Coelho, de alchemist... Ja, ja. en de Celestijnse belofte. En toen dacht ik me ineens... Oh ja, dat zijn eigenlijk ja, een soort spirituele bestsellers om het zo maar te zeggen. Toen bedacht ik me, oh ja, dit is denk ik wat ik lastig vind aan spiritualiteit... dat er toch weer een principe geformuleerd ja. wordt. En, ja, en er is een levenskracht. En als je daarvoor openstelt, dan gaat de hele wereld meebewegen met jou... En dat het voor mij riekt dat toch te veel weer naar dogmatisme. Ja, ja. Of van, en dit is een, uh, een kracht. Terwijl de gesprekken en de, en het zoeken eromheen spreekt me heel erg aan. Ja. Maar dat het, en wat er dan ook in bij bijkom, uh, komt, vaak is: er is een groep die heeft die principes gevonden. Ja. En een andere groep niet. Ja, ja, ja. En daar zit voor mij ook weer dat uh, soort wij, zij, dat wat ja. ik uit die uh, kerk ken. Dat snap ik. Maar ik moest eraan denken, omdat. Uh, en ja, het is maar een definitie waar het woord bij mm. doet. Mm. Maar ik weet dat Brunee Brown. die had, vond ik, een hele mooie. soort definitie gemaakt van spiritualiteit. Dat is namelijk het erkennen van een kracht die. Uh, groter is dan wij zijn. Of, of, of oh ja, ja. Dus ja, dat vind ik. als dat het is. Ja, ik, ja, ik weet eigenlijk niet of ik. Ja, hangt. Ja, dan hang, zou ik ook weer zeggen. Wat voor kracht is dat? Ja, er zijn namelijk krachten die groter zijn dan de mens. Ook, ook, ook natuurlijke zo krachten. Wel. De krachten. Uh, Precies. is er, ja, al, ja. Ja. <laughs> dus dan in die zin. <laughs> zijn we, ja, ja oké. Okay. Hmm. En, en ik ben gewoon nieuwsgierig hoor. En is je moeder trots? Um, of zit dat, is dat één uh, blok? Ik, 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 ik denk dat ik... Uh, ja, ik, ik denk dat... Ja, trots is een woord waar, waar dus in, in, in die achtergrond die ik heb... Bij je eigenlijk niet echt, die je niet zo snel gebruikt, omdat um, dankbaar is dan eigenlijk yeah. het woord. Want, want trots is ook alsof een mens iets goed heeft gedaan. En uh, ja, ons werd toch wel geleerd, de mens is, is van zichzelf eigenlijk alleen maar geneigd tot slechte dingen. Yeah, yeah, yeah. Dus als er iets goed voortkomt, dan, dan heb je reden om dankbaar te zijn dat God door jou heen iets gedaan heeft. Dus ze zullen het woord ook niet zo snel gebruiken, nee. maar bij mijn moeder voel ik wel... Bijvoorbeeld mijn boek is op een gegeven moment naar Duits vertaald. Ja. En zij ging een cursus sieraden maken doen. En haar lera lerares was Duitse. En die ging toen mijn boek lezen. Nou, en toen, toen ze me dat vertelde, ja, dan gebruik ze het woord niet. Maar dan zie ik wel dat ze trots is. Ja, ja. Ja, ja mooi. En, maar, en, en toen jij, uh, want in 2012, ik zou bijna zeggen heel klassiek, ging jij naar Nepal en India en zo. Ja, uh, ja daarom. Daar, daar kom je er toch volop in aanraking met, met spiritualiteit. Maar dat was er gewoon meer als een soort onderzoeker. Aanschouwde je dat? Ja, ik ben toen. Uh, dus toen ik uit die kerk stapte, verloor ik mijn baan. Want ik werkte aan, aan de universiteit in kamp inmiddels. Uh, mijn relatie ging uit. En contact met familie was verdwenen. En ja, dus vriendschappen werden ja. verbroken. Dus ik, ik stond ook. Uh, uh, ik stond echt even helemaal verloren. Of zo, ja. Want het zijn ook wel 29 jaar van je leven ja. die waarvan je ineens denkt. Ja, als dat nu allemaal verdwijnt, wat, wat, wat heb ik dan opgebouwd uh, en, en wat ga ik nu ook doen? Uh, dus toen, toen uh, dacht, ik, ik ga, nou, dat dacht ik, ik werd door iemand gewezen op een stichting die overal ter wereld bouwprojecten heeft. En uh, die was daarmee op pad geweest. En de, het enige bouwproject wat er op dat moment plaatsvond was in Nepal. Oh. Dus dacht ik, nou dan ga ik daar wel naartoe. Uh, en heb ik dus een, een paar maanden in Nepal en India ge, geleefd. Wow. En, uh, ja, maar het was werk dus ook echt. Ja, dus jij ja. hebt ja, heb ook, uh, ook daar uh, dingen gedaan, maar ook wel rondgetrokken. Mm -hmm. het, was, het kwam dus niet per se voort uit. Het kwam wel voort uit een verlangen iets mezelf te vinden. Omdat ja. ik wel me realiseerde dat die jaren in, in die religieuze context. dat ik mezelf volledig kwijt was. Ja. Echt helemaal vervreemd en, en het ging ook echt slecht met me. Um, dus ik dacht, ik. ik, ik ik ga ergens naartoe waar ik in elk geval de rust en de tijd heb om eens te kijken wie is Lammert dan uh, buiten die wereld waar ik nu uitgestapt ben. Waar ik later van dacht, het is ook wel weer raar dat um, als we onszelf kwijt zijn, dat we naar de andere kant van de wereld ja. gaan. Om, ik leer altijd van, als je iets kwijt, dan moet je kijken waar het voor het ja. laatst gezien En als we onszelf kwijt zijn, dan Wauw, gaan ja. we naar, uh, naar Azië. Of ik, ik ging geen en ik. Oh. En, uh, ja. Um. Wat een mooie kronkel, want ik, ik realiseer me nu dat op het moment dat mensen dit luisteren, ben ik begonnen aan een, aan een, aan een reis. Ik zeg niet dat het ontzettende zoektocht naar mezelf is, maar hm. het is vooral in mijn geval wie ben ik zonder de radio. Dus ah. om die reden ja, vind ik het heel logisch en fijn om juist niet hier te zijn. Ja, ja. Maar ja, wat jij zegt, dat triggert me toch ook wel. Dat ik denk van ja, dat, 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 misschien had ik dat gewoon wel juist hier moeten doen, maar ik word daar heel kriegelig van als ja. ik daar aan denk. Ja, ik, ik, ik toen ik er zelf over nadacht, dacht ik, het is ook wel een mooie vraag om te bedenken waar, waar heb je jezelf voor het laatst gezien? Ja, ja, en en, en daar naartoe ja. te gaan of zo. Hmm. Maar ik, ik weet niet, het is ook niet echt een, echt een makkelijke. Niet een vraag die ik 1, 2, 3 voor mezelf zoek. Maar ik denk wel dat er momenten zijn waarin je nog in je leven weet. Oeh. Dat was ik volgens mij wel... Oh, dit voelt goed. Oh, ik ben er mee bezig. Ja, sorry. Die serie, daar word ik gek van. Ja, dat je dacht, hey, toen was ik wel heel erg giel of zo. Of ja. Of, uh, en, en... ja, maar goed. Dat ja. zijn ook voor mij wel die radiomomenten. Dus dat is een beetje... En waar gaat de reis jou brengen? Of is dat nog niet... Uh, ja, ik begin in Japan. Of we beginnen in Japan. Dat hebben we nog wel redelijk uh, bedacht. Waar en wat we gaan doen. En dan is het ja echt de vlucht naar Nieuw-Zeeland. En het grote gat. Ja, ja, ja. Ja, er zijn ook veel filosofen die het enorm zouden aanraden, trouwens, hoor. Om, om op zoek naar jezelf te gaan reizen. Ja. Ik kwam... Maar het is wel, ik heb jou daar wel eerder over gehoord. Hey, de, de, en, en, en ik voel dat toch ook wel anders. Uh, dus daar ben ik het wel met je eens. Dat mensen dat heel erg als vrijheid zien. Ja, ja. Terwijl, ja, dat, 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 ik ben niet zozeer op zoek naar vrijheid. Het is wel de vrijheid. Ja, het heeft er wel mee te maken. Maar het is juist. ...ja, je bent helemaal niet zo vrij als je niet weet wat je gaat doen. Nee, klopt. Ja, dat is, ja, ja dat is, er zijn, in, in de filosofie wordt altijd het onderscheid gemaakt... ...tussen uh, negatieve vrijheid en positieve vrijheid. En, negat en dat is, dat is niet, negatief is niet slecht en nee. positief goed... ...maar als als een batterij ook ja. uh, twee polen heeft... En ...dan negatieve vrijheid is de vrijheid die ontstaat... ...doordat allerlei dingen er niet zijn. Dus geen verplichtingen, geen beperkingen, geen regels... Dat, zeg maar, dat was de vrijheid die ik ervaarde toen ik uit die kerk stapte. Ja. En, uh, maar het risico volgens, volgens bijvoorbeeld een, een uh, Canadees filosoof Charles Taylor... die zegt, als we in onze samenleving alleen nog maar op die manier proberen vrijheid te krijgen... jezelf overal van losmaken en alle opties open houden, en je nergens ja. aan committeren... Ja, is dat dan eigenlijk wel uh, vrijheid? Dus, uh, um, ja. André Hazes die zingt, uh, uh, in dat geeft mij nu je angst, uh, begint hij met... je zegt ik ben vrij, maar je bedoelt ik ben zo eenzaam. Heel sharp. Ja, dat is eigenlijk een soort kritiek op dat idee van vrijheid. Ja. Van, uh, en dan is positieve vrijheid dus de vrijheid die ontstaat als je uh, ergens een positieve keuze voor maakt. en je daar volledig aan uh, committeert. Ja. Omdat je dan jezelf uh, verder kunt ontwikkelen of ontplooien. dan door alle opties maar open te houden. Ja. En dat is ook vrijheid. Dan ben je namelijk vrij om iets te bereiken. En in het andere geval ben je vrij van uh, van alles. Dat is een mooie. Oké. Okay. Maar even als we teruggaan naar het moment. Dat uh, voelde wel echt al inderdaad als een filosofisch moment. Zo van uh, wie ben ik? He, dat ja. is dat. Uh, en uh, jij schrijft in je boek erover. van het een mooie. Eigenlijk twee filosofen die daar een soort van haaks op elkaar staan: Aristoteles en Sartre. Hm. Ja. Toch? De ja. ene die zegt: je bent al iemand en dat ga je ontdekken. Ja. Dat is Aristoteles. Ja. En, en Sartre is meer van: ja, wat misschien heel erg wel van deze tijd is. Je kan alles worden als je maar wil. En een maakbare ja. toestand. Ja. En, en, en ja, het ja, is niet. Maar wat, wat hang jij het meest aan? Ja, ja. Het is altijd, ja, dat zijn goede vragen. Ik, ik realiseer me ook heel vaak wat ik in, in retretes en workshops doe... is dit soort uh, dilemma's neerleggen. En, en dan zelf <laughs> wel lekker buiten staan en mensen zien worstelen van... oeh, ja, hoe sta ik jezelf zelf eigenlijk in? Um, nou, en dat idee van van, van worden wie je bent of zo. Van ja. in, in potentie zit alles, ligt er al alles uh, in jou te sluimeren. En eigenlijk ligt dat te wachten om verwerkelijk te worden... aan talenten, aan eigenschappen... En, Um, en ik moet zeggen dat dat idee ook een heel geruststellend idee is. Mm -hmm. Van alles zit er dus al. Ja. Um, Dan is ontwikkeling, letterlijk, het weghalen van de wikkels, en om gewoon terug te gaan naar ja, wie je bent, wie je altijd al was. Ja, en... Inderdaad, ja, ja dat, dat idee. Ja, en dat, dat, ik, van dat idee merk ik dat ik rustig word. Zo van het, het is er dus ergens mm -hmm. allemaal al. En, en de en, uh, ja, de kunst is om wat jij zegt te ontwikkelen en weer tot die kern te komen. Maar van Sartre merk ik dat ik veel meer um, zin in leven krijg. Ja, yeah, een soort drive. Ja, ja. Want, en, en ik moet Sartre ook ergens, denk ik, wel gelijk geven: dat hij zegt: we zijn um, zoveel vrijer dan we uh, vaak denken dat we zijn. Maar we. Ontkennen onze vrijheid omdat we er bang voor zijn. Hmm. Dat noemt hij. We zijn heel vaak uh, te kwade trouw. Dus dan komen ja. we met smoesjes Van uh, ja, ik had dat, dat ook wel willen doen in mijn leven. Maar goed, hè, mijn opvoeding. Of uh, ik heb dat zelf wel eens. als ik bij een overleg zit. en dan gaat het een bepaalde kant op. en dan denk ik. ja, ik ben het eigenlijk helemaal niet mee eens. Maar dan zeg ik er niks van. en dan fiets ik terug naar huis. en denk ik. ja, ik heb er eigenlijk weer niks van gezegd. En dan denk ik. oh nee, want ik kom natuurlijk uit een milieu. waarin ik heel erg opgevoed ben. tot loyaal zijn. Oh, ja, dan... conformeren. Dus ik, kon, ik kan dat niet. En dan zegt Sartre. gast je kan dan wat een wat een onzin je hebt gewoon een hoofd je hebt een mond ja. je kunt op dat moment gewoon zeggen hé, hey, ik ben het hier volgens mij niet zo mee eens en uh, en ik en dat vind ik dus wel de kracht van Sartre dat die blootlegt dat we veel vrijer zijn dan we denken dat we zijn maar maar dat eigenlijk gewoon doodeng vinden dat we ons beperken vanwege de grootheid van ja nou ja wat we kunnen en van en... van precies dus in, wat Aristoteles betreft, denk ik ja, in, in eigenschappen en talenten, denk ik dat hij eigenlijk wel gelijk heeft dat het voor het grootste deel het wel vast ligt. Maar, maar Sartre, als kanttekening, dat we onszelf zo vaak uh, onze vrijheid ontkennen. Ik gaf ooit een keer een cursus over Sartre. En toen in de pauze ging. Uh, um, uh, dat was trouwens, uh, Richard Kemper. De, oh van uh, Velderse Kemper. Ja, Kemper. Ja, ja. Die, ging, die, die volgde die cursus en die ging even uh, piano spelen ja. uh, in de pauze. En uh, dus ik luisterde, want er stond, stond de piano, toen was hij klaar. En toen zei ik, Oh, man, ik had ook altijd wel uh, uh, piano willen spelen. Uh, maar goed, er is niet veel gekomen. Toen zei hij, hey, volgens mij ben je nu te kwade trouw. Want als je het echt graag had gewild, dan, had je, dan dacht ik, ja, ja je hebt gelijk. Ja, dus in heel veel kleine ja. dingetjes zijn we onszelf eigenlijk een beetje. Uh, aan het geruststellen dat iets niet mogelijk is of dat we minder vrij zijn dan we zijn. Ja. En, uh. Terwijl aan de andere kant, uh, een thema waar jij uh, een mooi woord voor bedacht hebt, zijn we ook heel erg, ja dat is ook wel wat anders hoor, maar het, uh, ik moet nu denken aan verlangen. Dat, je, dat, dat we ook wel weer heel makkelijk zijn in het verlangen van dingen die we uh, nou ja, misschien helemaal niet kunnen bereiken. Of... Ja. Je hebt het woord verlangensmanagement. Uh, uh, ja. Geïntroduceerd, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Uh, vind ik een mooi thema. Want, uh, nou ja, eerst even een soort definitie, ding, maar wat, wat is verlangen? Het is een. Um, Goeie vraag. Verlangen, zou ik zeggen, is een. Uh, een houding. Mm -hmm. Ja, of, ik zou zeggen, ja. een houding, een soort openhouding waarin je de wens hebt ergens te komen. Ja. En misschien is het ook wel gewoon een gevoel trouwens. Ja. Ja. En ideaal gezien is dat niet zozeer vanuit een ontevredenheid met hoe het nu is. Maar gewoon, ja, we, we zijn als mens gemaakt om te groeien. Dus, ja. Uh, ja. ja, precies. Er zijn de, uh, volgens uh, uh, Epicurus, uh, een Griekse filosoof, zijn er eigenlijk drie soorten van verlangens. Je hebt uh, Hij noemt dat dan de natuurlijke en noodzakelijke verlangens. Dat, dat zijn als het ware de gezonde verlangens. Dus ja. die, die heb je van jongs af aan. Daarom zijn maar ze het gewoon natuurlijk. eten en zo. Ja, eten, drinken. Het ja. allerbelangrijkste ja. volgens hem is uh, vriendschap, uh, ja. relaties. Uh, maar ja. eten, drinken, jezelf ontwikkelen. Eigenlijk een beetje de behoeftepyramide van Lasloff. Uh, Maslow. Ja. Ja. Uh, Ergens zegt Epicurus ook: het zijn al die verlangens die je van een bepaald ongemak bevrijden. Dus het verlangen om geen honger te hebben, uh, niet eenzaam te zijn, geen pijn, uh, niet beperkt. En, en het geniale volgens hem is, het is mogelijk om al die verlangens uh, te vervullen. Dat we uh, eigenlijk nergens last van hebben. Nee. En dat is echt gigantisch lekker nou, om... die, wat, wat, wat zijn wij we gelukkig uh, ja, wezen Als je zei, dat ja? hebt, ja. ja, ja. ja. En, dan, en dan is zijn idee, maar, maar we zijn daar nooit gelukkig mee. Omdat als we zo in zo'n situatie zitten, dan zijn er altijd volgens hem nog twee soorten van ongezonde verlangens die ons de hele tijd onrustig maken. En dat, de ene is dan de natuurlijke. Uh, ...niet noodzakelijke verlangens. Dus dat zijn verlangens die we al wel van jongens ervan hebben... ...maar die zijn enorm groot geworden. Dus het verlangen naar bijvoorbeeld heel veel vrienden. Ja, ja, ja. Uh, ja, ja. Dus, of heel veel eten. Of heel, ja, precies. Ja, heel ja. veel, ja, ja, ja. ja, ja okay. En dan zeg je, het probleem van die verlangens is dat... Uh, ...die gezonde verlangens, die kunnen op een gegeven moment... ...vervuld zijn en mm -hmm. dan ben je gelukkig. Maar als dat niet meer genoeg is voor jou... Uh, ...dan is op een gegeven moment niks meer genoeg. Nee. Uh, de, en dan word je onverzadigbaar. Nou, en dat is... Nog erger volgens hem bij de niet natuurlijke, niet-noodzakelijke verlangens. Dus die hebben we. Ja, ja. Niet natuurlijk, Die hebben we en niet van jongs af aan. En die hebben we ook niet per se nodig om uh, te overleven. Dus verlangen naar uh, status, welvaart, uh, ja. macht. Uh. Ja. Terwijl, ja, het is van Want het is even lekker om ze zo in hokjes te delen. Maar als jij zegt status en macht, ik denk dat dat eigenlijk weer teruggrijpt naar een, een, een primaire natuurlijke behoefte. Om verbinding te hebben met mensen. Ja, en dat, dat is ook wel, uh, um, vind ik zelf eigenlijk wel een mooi inzicht van, van Epicurus. Hij zegt: als er ergens in die natuurlijke, noodzakelijke verlangens iets niet vervuld is, dan gaan we in ons leven vaak in een van die onverzadigbare verlangens de yeah. oplossing zoeken. Dus je bent in je jeugd misschien uh, te weinig gezien yeah. of erkend. En ga je dan, dan, ga je enorm op zoek naar de status, of de populariteit, of de macht. Maar dat, daar zit eigenlijk het probleem niet. Nee. Die zit bij die. Uh, dus dat is wel een goede les als je ergens. Uh, nou ja, eventjes gewoon zelf reflecteert: dat je heel erg gaat graven. welk oerverlangen, noem ik het maar even. Ja. erachter zit. Ja, precies, precies. Ja, mm. ja. En, en, um, en het mooie aan die oerverlangens is dat ze vervuld kunnen raken. En die, um, ik was een, een uh, tijdje geleden voor een aantal. Uh, van die quote uh, 500 ondernemers, die nee. uh, had me gevraagd: van kun je oh, nee. op een avond bij ons komen spreken, Toen dacht ik, ik ga Epicurus eens uh, voorleggen. Ik ben wel benieuwd of zij het namelijk herkennen of niet. En dus, dus ook dat idee van ja als je je eenmaal aan het verlangen naar rijkdom en macht ja. overgeeft, dan wil je alleen nog maar meer uh, Schopenhauer, een Duitse filosoof, die zegt dan uh, uh, met het verlangen naar uh, rijkdom is het eigenlijk hetzelfde als met het drinken van zeewater. Je krijgt er alleen maar meer dorst van. Ja. Van je wil, dan is het nooit meer genoeg. Dat... Niets is genoeg voor degene die genoeg te weinig vindt. Ja, epicurus. epicurus ja, ja. ja, heer, ja, ja vind dat vind ik geniaal. Ja, dat is, wat het is. Ja, ja. En, en ze herkenden dat allemaal echt feilloos. zeiden: dus als we twintig jaar geleden gezien hadden waar we nu zouden staan... zou ik een gat in de lucht springen ja. en nu ben ik hier... Ja. En ben ik alleen maar bezig met angst om het te verliezen, nog meer te verkrijgen. Maar oké, okay, en... wat, is, wat is welke, welke tips zou je ze meegeven uh, om uh, te stoppen met uh, zeewater te drinken? Ja, nou, de, bij, bij Epicurus is, is het allereerst realiseren dat als je ontevreden bent, dat dat niet aan de vaak niet aan de situatie ligt waar je in zit, maar aan je verlangen. Yeah. Uh, dus dat, dat je dan niet als je je ontevreden voelt, de situatie helemaal moet gaan, anders gaan inrichten. Maar eerst op zoek naar hey, welk verlangen? Zorg nu voor die ontevredenheid. En wat zou dat kunnen zijn bijvoorbeeld in dit geval? Nou, dat zou bijvoorbeeld... Uh, nou, als, als ik uh, naar mezelf nu bijvoorbeeld kijk... Uh, ik heb dat, dat boek geschreven... Filosofie voor een weergeloos leven. Ik ben met het volgende boek bezig. Ja. Ik merk dat ik best wel uh, onrustig word van het idee... Ja, hij moet minstens evenaren of ja. nog meer. Um, en, en daar kan ik ook echt wel een soort um, onrust door krijgen. En dan zou Epicurus... Mij dus vraagt, oké, okay, waar ligt dat aan? Oké, okay, dan zit dat bij dat verlangen om in mijn volgende boek, te, mijn voorgaande boek te evenaren. En dan zou hij de vraag stellen, oké, okay, en ga je dan eens visualiseren dat dat verlangen inderdaad uitkomt? Is dat een garantie dat je leven dan beter wordt dan dat het nu is? Ja, nou niet dus, nee, want, niet. want dan gaat het volgende boek moet weer groter. En, Precies. En ja, ja, ja. ja. En als die niet uitkomt, dat verlangen, is dat een garantie dat, dat je leven slechter wordt dan dat het nu is? Wat in dit geval ook wel meevalt, want ja, ja je hebt gewoon je boek geschreven. En de uh, filosofie van weergeloos leven is nog steeds een topper. Ja, dat is het al. Ja, ja. Dus je gaat eigenlijk je, je verlangen zo'n beetje bevragen van... heb je eigenlijk wel het recht om mijn, uh, mijn humeur te verpesten? Ja. Ben jij echt wel zo'n zo waardevol verlangen... dat ik nu mijn hele dag of week of maand ja. uh, er onrustig van, van ben? En daarmee verdampt ook een beetje het verlangen. Ja, dat is het idee van Epicurus. Maar goed, hij had, hij had een, een school of hij had een tuin bij zijn eigen huis. Daar had hij zijn eigen filosofische school. En dit was iets wat, wat, waar mensen dus... Kwamen en gewoon jarenlang dit aan het trainen waren of ja. zo. Hè? Dus het is, hij is zich ook wel van bewust, dit is niet iets wat je. Nee. 1, 2, 3. Um, en, en hij leefde ook behoorlijk somber trouwens in die. Uh, dus het, dus ja. uh, dat was hulp ook om die verlangens wat kleiner te maken. Het doet me denken wat jij zegt met een beetje. Nou, ik noem het maar even doen denken: in ieder geval, wat, wat als het helemaal niet lukt. Dat uh, is echt iets, Ach. ik vond het waanzinnig. Uh, omdat, nou ja, uh, we hebben het hier heel vaak over mediteren en hoe krachtig dat is. Maar dit was er eentje die heb ik echt nog nooit gehoord. Ja. Namelijk uh, premeditatio malorum. Ja. Dus dat is het voorbeschouwen van het kwaad. Ja. Dus dan ga je echt even zitten en de meest, uh, gewoon alle doemscenario's. Uh, ja, ja, ja. <laughs> Doe je dat. Ja, ik doe het. Wel. Ja, ja. Ik doe het. Wel. Ja. Ja, ik vrees ja. dat wij als mensen het stiekem allemaal uh, vaker doen dan we willen, misschien. Ja, ja. ja en bij de, bij de, bij de Stoïcijnen is het, is het inderdaad een oefening die, um, die je zo af en toe, toe aanraden. Ik, ik doe het bijvoorbeeld ook wel. Uh, onderweg naar zo'n gesprek, wat, wat, wat wij hebben, dan, ja. dan zit ik ook in de dan Bedenk ik me even hoe zou dit op zijn aller slecht kunnen gaan? Hoe zou, hoe zou het zijn als hij zou beginnen over mijn vader? Ja, <laughs> ja, ja. Dus die vraag om mijn vader trots en ik meteen bijna moet huilen, maar het, maar het net weet uh, in te slikken. Ja, Sorry. ja nee, nee. Um, maar, de, maar dat je dus inderdaad volgens de stoïcijnen daarmee uh, wel voorbereid bent op, ja. op die situaties. Um, en ze niet meer als een, uh, als een al te grote verrassing je, je overvallen. Nee, maar de andere kant is, en ik, ik snap dit heel erg hoor, en ik denk, ik vind het een goede. Tegelijkertijd ja, kan je ook zeggen: zet je het daarmee in het veld. Manifesteer je daarmee. Ja. Het negatieve. Ik bedoel, het was ook. Ik, bedoel, ik zou zeggen, ga ook bedenken hoe leuk het zou kunnen zijn. Ja, ik heb met een psycholoog hier een heel heel lang gesprek over ja. gehad. Um, en toen kwamen we uit op, en dat, ik weet nog steeds niet of dat, dat is mijn hypothese, ja, ja. hoor. Maar toen kwamen we uit op het idee: misschien helpt uh, positief visualiseren op het moment dat je zelf een bepaalde uh, activi op, moet, activiteit moet verrichten, dus ja. dat, dat je echt positief visualiseert over iets wat jij zelf uh, dan gaat zie je doen, zelf iets te doen, ja. Ja, ja en ja. wat je in de hand hebt, en dat je negatief visualiseert over de dingen die uh, buiten jouw ja, controle ja, ja, zijn. Ja, ja. Want dan ben je op het ergste voorbereid. Dan ben je ja, precies, ja. En en er zijn ook ja. wel onderzoeken die dat negatief visualiseren ook wel um, lijken te bevestigen dat het kan helpen. Bijvoorbeeld, net getrouwde stellen wordt dan gevraagd: Nou, hoe kijk je naar de komende twee jaar bijvoorbeeld van jullie eerste, eerste jaren van je huwelijk. En degene die dan zeggen: Nou, dat kan ook nog wel eens uh, ingewikkeld gaan worden. En uh, daar zie ik wel tegenop. En uh, die, hebben, die blijken dus significant meer kans te hebben om na drie, vier jaar nog samen te zijn. Terwijl de stellen die. Uh, laaiend en enthousiast zijn en alleen maar positieve ja. jaren voor zich zien. Meer kans hebben om... Uh, uit... En dat is ook ergens wel begrijpelijk. Ja. Je, Daar je dan... zit ook wel een beetje die lenigheid in. Hè? Gewoon, uh, ja, nou ja, ik vind het altijd een mooi verhaal... dat de toren van Pisa niet valt omdat hij een beetje beweegt. Terwijl op het moment dat als hij heel... Ja. Nou ja, ik zeg dan maar even stoïcijns. Maar ja, ja, ja. Heel ja. Dan straks, nou, dan zou hij onmiddellijk omvallen. Ja, ja precies. Ja, dat je... En ook inderdaad misschien... Um, als je, als je verwachtingen extreem hoog zijn, dan yeah. vallen dingen natuurlijk ook snel tegen. Of uh, je ja. hebt, uh, in, de, in de Dapperstraat in Amsterdam heb je dat gedicht: uh, Don Gelukkig in de Dapperstraat. En dat zit dat zinnetje in: uh, Alles is veel voor wie niet veel verwacht. En dat triggert wow. mij altijd wel. Van, ja. Uh, ja, ja. Ons gevoel van, van tevredenheid is natuurlijk eigenlijk heel vaak een. Um, Resultaat van onze verwachtingen gespiegeld aan, aan de werkelijkheid. Als je, als je heel hoge verwachtingen hebt ja. en de werkelijkheid is gemiddeld, dan spiegelt het naar beneden, dan ben je eigenlijk ontevreden. Maar als het dezelfde situatie is en je had wat gematigdere verwachtingen, dan ben je gematigd tevreden. En als je nauwelijks verwachtingen had, dan, dan ben je misschien wel uh, ja. tevreden. Ja, nee, dat is uh, natuurlijk de mooie definitie van geluk, dat het hem daar vooral in zit om je verwachtingen naar beneden te halen. En dat ja. kan je dus, nou ja, wat jij net uh, zegt... over Epicurus, hoe sober die leefde. Ja. Daar zit dat natuurlijk ook een beetje dan in. Ja, precies. Ja, ja de, snelste, de, de, de snelste weg om je tevredenheid omhoog te krijgen... is je verwachtingen naar beneden bijstellen. Um, maar er zit denk ik wel... Daar zit dus heel veel verlangensmanagement, verwachtingsmanagement. Ja. Eigenlijk Dat die gesprekken en, dat, en, en introspectie om te ontdekken welke verwachtingen zijn dat, waar komen die eigenlijk vandaan? Uh, hoe, hoe kom ik eraan? Zo. Dat is natuurlijk een, een leven lang uh, dat je daar wel zoet mee bent, denk ik. Mm. Uh, wat ik een mooi thema vind, uh, ook omdat ik daar zelf een beetje mee loop te pielen, is uh, woede. Mm. Is woede ergens goed voor? Ja. Ja, ja, denk, okay. denk, denk, denk dat ja het... ik denk het ook. Maar ja, ik denk dat het. Um... Kijk, het is weer een beetje waar we het, we hebben het net over verlangen gehad. Het is, het is vooral. Ja, woede is eigenlijk dat een verlangen niet is uitgekomen. En een beetje daar. Ja, ja. Aan relaxed over zijn. Ja. Dat je ook kan denken: ja, dat gewoon niet verlangd, ben je ook niet kwaad. Ja, oké, okay, ja, precies. Ja. Maar er zijn denk ik als. als um, um... Het zo is het leven. Dat is het. Ja, ja, of als er gezonde verlangen zijn, zoals uh, het verlangen naar veiligheid. En je ja. loopt op straat en iemand uh, begint je te meppen. Ja. Dan, dan wordt een gezond verlangen uh, bedreigd. En dan, en dan mag je... Denk ik wel dat het gezond is om uh, ja. een soort grenzen, uh, voor, je, voor je grenzen op te kunnen komen. Maar er is in de... Um, Aristoteles, die, die Griekse filosoof, die heeft al veel over woede geschreven. En dat was voor mij wel een, een eye-opener. Die zegt, um, wat eigenlijk altijd bij woede hoort, is dat we een verlangen naar wraak erin zit. Mm -hmm. En um, het is de vraag of, of dat uh, gezond is of zo. Mm -hmm. Dus uh, een paar jaar geleden heeft een uh, Amerikaanse filosoof, Martha Nussbaum, heeft een boek geschreven waarin ze eigenlijk pleit, we zouden in de samenleving, uh, bij onszelf en onze kinderen, een nieuw soort woede moeten proberen te, te cultiveren. Waarin je eigenlijk de, de kracht die er in woede zit, niet meer richt op uh, het verlangen naar wraak. Uh, en zij laat in dat boek trouwens... Een heel, haalt ze een heel grappig onderzoek aan in Amerika. Blijkt dat er gemiddeld volgens mij... zeven of acht mensen per jaar sterven... onder een drankblikjesautomaat. Omdat ze zo boos zijn dat er geen blinkje uitkomt. Dat ze tegenaan beginnen te schoppen en meppen. En dan valt het op. Hè. Dat is heel uh, erg karma. Hè? Ja. <laughs> ja, ja. <laughs> en dan zegt ze dus, ja, dus... zelfs de woede richting een apparaat... daar zit een verlangen naar wraak in. Ja, ja, laat staan ja. bij mensen of zo. Ja. En dan uh, zegt zij, misschien zouden we dus die kracht die er in woede zit, moeten honoreren en gebruiken. Maar dan niet om wraak te nemen, nee, maar, maar om, om de wereld eigenlijk um, zo te veranderen naar hoe jij hem graag zou zien. Dus zij noemt dat transitiewoede. Ja. Dus dat je denkt, ah kom op, dit moet toch ja. beter of ja. menselijk. Ja, dat ook. is echt een beetje dat omdenken, het probleem gebruiken als een soort kracht. Ja. Uh, maar ja, dat is natuurlijk net het ding. Dat, er, uh, dat, ja, dat je gewoon meestal niet echt voor reden vatbaar bent. En dat je ja. dus helemaal niet kan relativeren of even denken, oeh, dit. Uh... In, in de woede zelf. Ja, dat is denk ik ook zo. Dat veel van, de, um, veel van die filosofische ideeën... In echt helemaal in uh, the hier of de moment. Ja. Misschien. Um, ja, Dan is gewoon je lijf ook zo ja. krachtig. Er gebeurt er zoveel dat valt bijna niet te, uh, te nee. controleren. Maar goed, door kennis kan je wel misschien iets sneller dan normaal, uh, hè, als, het, als het echt de heat of the moment weg is, denken, oh, laten we, ja. laten we het iets beheersen. Uh, ja, en dat als je dat misschien uh, regelmatig ja. na woede soort op die manier erop reflecteert, dat elke keer dat het gebeurt, je er iets, uh, uh, ja, iets kalmer mee kan, om of anders mee leert omgaan. Ja. En het dan dus inderdaad wel kan gebruiken om nou ja, de situatie te veranderen. Want dat is toch wel wat je wil dan waarschijnlijk. Ja, en misschien is het, is het ook wel zo dat um, als je heel als je van jongs af aan eigenlijk leert. Um, dat woede er dus uh, gewoon prima is. dat, dat het er is. Ja. Uh, maar, maar dat, dat je al heel jong leert. Uh, wat, hoe gebruik je die dan? of hoe zet je hem in? Dat dat ook uh, veel uitmaakt. Ik weet van mijn eigen. Jeugd, ja, woede, dat, dat mocht er eigenlijk niet zijn. Nee. Uh, en dan wordt het natuurlijk heel ingewikkeld. Dan wordt het dan broeiend... Uh, nou, ja, dan ja, gaat, ja, ja. ja, dus als je, ja, als je er op, een, um, op, op jonge le leeftijd misschien al leert... oké, okay, woede is ook een signaal dat je denkt... hé, hey, er kan iets mooier in de wereld of ja. iets beter. Ja, dan oh. is het ineens heel ja. lekker, ja. hè? Ja, dan is het, ja. Nee, maar dat is wel een positief inzicht. Nou ja, dat brengt me dan gelijk wat een beetje hetzelfde is... en daar schrijf je ook over... Uh, het is iets anders, maar ook wel een soort oerding. Uh, seks. Hmm. En dat had ik eigenlijk nooit zo bedacht. Dat dat ook iets is, nou ja, dat zal je dan ook ervaren hebben en dat ken ik ook wel een beetje. Dat ja, op het moment dat je dat een beetje gaat onderdrukken, alsof het er niet mag zijn. Hmm. Ja, dan wordt het ook ineens iets. Uh, ja, gaat dat ook weer broeien en, 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 en krijg je eigenlijk een soort afwijking daarin. Ja, ja. Ja, ik had, uh, uh, toen ik in, in Nepal uh, was, dus net nadat ik uit die kerk ja. uh, was gestapt, toen zag ik dus veel van die uh, uh, boeddhistische maar ook, uh, en hindoeïstische tempels. Waar je dus op de rand van de tempel allemaal uh, seksstandjes afgebeeld hebt. Kamersoetra achterin. Ja, kamersoetra achterin. Ah, ja, ah, oké. Okay ik dacht, ik echt ik kwam uit gewoon die geformeerde kerk waar ja, zeg maar een beeld al te veel was maar ja. laat staan dat toen dacht ik hè dus hier is, is uh, religie levensbeschouwing uh, verbonden aan seksualiteit wordt seksualiteit eigenlijk gebruikt om uh, uh, je, je lijf te vieren en, en, en misschien zelfs wel dichter bij het goddelijke te komen en um, kijk er wordt ook vaak gezegd uh, een van de eerste bekende westerse filosofen Plato, die heeft um, al een soort onderscheid gemaakt tussen het geestelijke en het lichamelijke, ja. waarbij dan uh, het die geestelijke... is heel duaal gemaakt ja, hebt. He? Dua ja. Ja, 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 het ja, ja. geestelijke is hoger en beter, ja. en het lichamelijke is uh, uh, een risico. Of in elk geval, het lichaam is een kerker van de ziel, de, dat idee. En uh, dat denken heeft natuurlijk heel diep in, in onze samenleving nog steeds invloed. Bijvoorbeeld het feit dat wij um, het heel normaal vinden dat er een een geestelijke gezondheidszorg is en een somatische gezondheidszorg, en dat dat twee verschillende dingen zijn. Ja, ja. Um, is ook nog steeds in die lijn eigenlijk van, van plato, of dat we het hebben over hoger opgeleid uh, onderwijs of lager opgeleid, ja, is allemaal. Uh, ja, er zit ja. heel duidelijk die, uh, dat, en het onderscheid en de hiërarchie in. Ja. En, um, en dat heeft denk ik in, in het Westen ook wel veel impact gehad op hoe we, hoe we seksualiteit hebben beleefd, hoe we, hoe we daar naar kijken en ja. dat we het. Um... Maar goed, dat is dus juist wel dan het mooie van seks. Dat is, ja, het is feitelijk gezien iets lichamelijks. Maar als het alleen dat zou zijn, dan weet ik niet of uh, we het allemaal heel leuk zouden vinden. Nee. Nee, het, 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 het gaat, is natuurlijk eigenlijk veel ja, het het is, is meer het mentale. Uh, ja. Uh, ja. Het is, uh, ja, absoluut. Het is natuurlijk, stel we zouden hier aan tafel zitten en ik, ik zit naast iemand die ik uh, waarmee ik aan het daten ben en mm -hmm. uh, die ik uh, leuk vind. En, uh, en iemand anders stel jij zit aan de andere kant en ik heb het idee, er, zit, er ligt een hand op mijn been. Ja. Uh, <laughs> en ik denk dat het degene is die dan beter <laughs> <Ja. date> bent. <laughs> ja. en <blijkbaar> het <laughs> Ja, dus het is uh, altijd meer dan uh, lichamelijk, ja. 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 Dus. Uh, dat ook ook heel fijn zou zijn als als jouw bedankt. hand op mijn been zou <laughs> liggen. <laughs> <laughs> maar uh, ja, God, ik vind het wel mooi, want daardoor. Ja, daardoor wordt seks wel iets mooier, zo zou vind ik. Ja, ja, ik heb een... een, um, uh, een denk ik anderhalf jaar geleden, nee, iets langer geleden... heb ik een, een, um, bij de School of Life in Amsterdam een, een avond uh, georganiseerd. Een aantal van avonden, en dat heette dan uh, Let's, uh, Let's Think About Sex. Mm -hmm. uh, in plaats van Let's Talk. Uh. Ja. En een van de uh, filosofen die, de, die we dan aanhalen... is een Franse filosoof, Merleau-Ponty. En die heeft het idee dat... Um, de ontwikkeling van je seksuele geschiedenis. Dat dat eigenlijk de sleutel is tot uh, je levensverhaal. Dus als je uh, gaat onderzoeken waar je uh, hoe jouw uh, seksuele verlangens en driften en ontmoetingen yeah. en zo. Yeah. Um, hoe dat. Gedurende je leven ook anders is. En dat je een periode naar nou, dat soort um, contacten verlangt. En, en tijdens de seks misschien de, in het ene geval heel andere zaken misschien veel heftiger. En daarna willen we veel meer het, de zachtheid. Huffelen, of, ja. um, en, dat, en volgens hem is het zo dat daar goed zicht op krijgen zou, zou wel eens de manier kunnen zijn om, om um, uh, tot zelfkennis en tot persoonlijke ontwikkeling. Ja ja. ja, ja. En dat. Um, dus die, die vraag legde ik legde dan ook vaak legde ik dan neer bij de deelnemers. daar kwamen ook wel, uh, niet voor iedereen trouwens hoor. Sommige mensen zeiden, nou eigenlijk heb ik altijd wel ongeveer hetzelfde verlangd qua seks. Dat kan natuurlijk ook betekenen dat ze een heel saai levensstijl hebben. <laughs> <laughs> uh, maar er waren ook wel, ook wel mensen die... Uh, dus daardoor... eigenlijk van, in die fase in mijn leven had ik behoefte aan een andere soort. Ja, maar, ja, 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 ja. ik herken het ergens zelf ook. dat ik een, Toen ik eenmaal uit die kerk was... Jij bent natuurlijk losgegaan. Ik ben natuurlijk, ja... <laughs> ja, ja de konden ineens. Uh, bleek van alles te kunnen. Ja, wat altijd ja. onderdrukt was. of slecht was. En uh, dus dan. Uh, voor mij, maar in die zin klopt dat voor mij wel, ja. ja. En heeft het ook een tijd lang. heeft seksualiteit voor mij heel erg. in het oordeel gezeten. En, en dan. Uh, want dan was ik nog niet getrouwd. Nee. Maar dan hadden we wel seks. Uh, maar ja. dan wisten dan we toch bang voor. het oordeel van. Uh, dus um, dat heeft natuurlijk ook invloed op. Hoe je het beleeft. Ja. En, uh, ja, ja. Ja, ja. Leuk, Lammert. Wat een. Uh, ik ga gewoon even ook wat uh, random termen erin gooien die voor jou niet random zijn. En die voor hmm. mij, uh, nou ja, echt. Want ik dacht, god, wat is dat nou weer? Uh, laat ik beginnen, want we zitten nu toch een beetje met de seks. Dan komt de liefde er uh, tenminste. Oh, ja, nou ja, die moeten dus allemaal bij om het echt iets mentaals te laten zijn. Ja. De blinde Cupido-visie. Hmm. Ja. Ja. Wat is de blinde cultidaves? Ja, ja, dat is um, een idee van uh, Erasmus, onze eigen Rotterdamse ja. filosoof. En uh, dat beschrijft hij in een heel leuk boekje, trouwens, Lof der Zotheid. Okay. Uh, waarin hij uh, uh, zegt. we denken vaak dat wijsheid het, het mooiste is wat er is. Ja, filosofie is ook liefde voor. Ja. Ja. <laughs> en dan zegt in dat boekje beweert hij. Dwaasheid is eigenlijk veel belangrijker dan, dan wijsheid op allerlei gebieden. En een daarvan is de vriendschap. En dan zegt hij: De dwaasheid op het gebied van vriendschap. is dat we altijd doen alsof we super eerlijk zijn naar elkaar toe. Maar dat als we echt eerlijk zouden zijn. dan zou geen vriendschap het overleven. Nee. Uh, dus <laughs> um, we zijn. Dat noemt hij dan blinde Cupido. Dus hij zegt: Cupido die is ook uh, stekenblind. En die blindheid voor elkaars fouten. En, uh, en niet helemaal eerlijk zijn. dat is eigenlijk de, de hoeksteen van een gezond sociaal leven. We moeten eigenlijk een beetje ons blind houden voor. Kanten van dat is ook een uh, beetje die dwaasheid die hij dus uh, ja, prefereert. Ja, van ja, we zeggen dat we altijd super eerlijk zijn, maar dan komt je, komt een vriend van je met een nieuwe partner en je ziet eigenlijk meteen al. Oh <laughs> nee, dit is weer precies hetzelfde verhaal. Dit gaat helemaal mis, en aan het eind van de avond dan vraagt die vriend hij van nou wat, wat vind je ervan? en dan zeg je toch ja geweldig want ik zie hoe helemaal gelukkig jullie zijn en dan een half jaar later dan zit diegene huilend bij je op de bank en dan zeg je ja ik had het ook echt niet aanzien komen maar uh, wat het idee van Erasmus is vrienden die steunen je gewoon altijd en uh, het is eigenlijk ook wel mooi om um, je vrienden een soort van de ruimte geven ruimte te geven om hun eigen fouten te maken ja. alleen dat is dus ja, dat is het ene kamp in de filosofie. Maar er is dus een ander, een ander kamp. En die stelt juist um, volledige eerlijkheid. Uh, pijnlijke eerlijkheid. Ja. Dat is eigenlijk de basis van uh, het kenmerk van goede vriendschap. Uh, dus, uh, het zit weer ergens in het midden, denk ik. Ja, ik, ja precies. Ik, ik neig zelf in dit, op dit gebied wel meer naar die pijnlijke eerlijkheid, denk ik. Dan okay. naar de blinde Cupidofis. Ja, ja, ja. ja. ja en wat, nou, ik, ik, wat in mijn hoofd wel. Afging is dat misschien, en dat, 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 daarom ga ik wel een beetje voor die dwaasheid, dat, ja, ik denk dat op het moment dat je heel erg gelijk gestemd bent in ieder geval, een soort gelijk mens, dat je dan minder snel vrienden wordt. Juist omdat je gewoon wel, ja, wat die andere heeft, dat inspireert dan ook. En ja. uh, zo zie ik het meer. Tuurlijk geloof ik ook heel erg in eerlijkheid. En, en wat je, letterlijk het voorbeeld wat jij net schetst, nou, ik denk wel. Ja, dat, is, dat moet je gewoon toch eventjes goed naar jezelf luisteren. Als je echt denkt dat diegene slecht voor je gaat zijn. Ja. Uh, voor, die, voor, voor je vriend. Ja, dan ben je, dan ben je wel echt een slechte vriend als je het niet gaat zeggen. Ja, ja. Maar ja. in eerste instantie zou ik dan ook wel geneigd zijn om te denken. Ja, kan nu wel heel eerlijk zijn. Maar ik neem toch aan dat diegene uh, ja, die, 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 die nieuwe partner beter kent dan ik nu. Ja, zo van wie ben ik om meteen ja, alweer ja, ja, iets ja. Te van te vinden. Ja, ja. Het gaat ook wel een beetje over steun. Ik bedoel wel dat je vrienden altijd moet steunen ja ja dat is inderdaad bij bij, bij erasmus ook heel erg de ondertoon van uh, dat is de schoonheid van vriendschap welke stap je ook maakt wat je doet met ja, ja. Uh, een vriend die die steunt je en um... ja. ja als het gaat over uh, die eerlijkheid dan moet ik gelijk denken aan uh, ja non-conformisten mm -hmm. die uh, maar dit ik maar ik ben benieuwd hoe jij het maar ik vind het een beetje een een vormpje of zo. Want wat, wat, wat zijn. Non we kennen de term wel van mensen die nonconformistisch verdrag uh, vertonen. Maar er is ook echt een soort stroming geweest, begrijp ik? Ja, ja dat waren in, in de. Dus ook ja, echt 1500 jaar geleden in Athene de, de cynici, werden ze ja. genoemd. Um, en het idee van, van hen is um, dat wat ons vaak in de weg staat om een, om een mooi leven te leiden, is dat we altijd zo druk bezig zijn met wat anderen van ons vinden. En uh, dat. dat Onderzoek van Bronnie Ware, die Australische verpleegkundige, die heeft aan mensen op een sterfbed gevraagd: waar heb je het meest spijt van? Ja. En dan zeggen mensen: ja, ik ben te weinig trouw geweest aan mezelf. Ik heb me veel te veel aangetrokken. van de Ja, het, is, het, is, het is een rijtje. Het is echt uh, waanzinnig mooi. Want dan hebben mensen inderdaad spijt van: ik had gelukkig kunnen zijn door uit vaste patronen te stappen. Ik had meer contact met de oude vrienden moeten onderhouden. Ik had mijn gevoelens meer moeten uiten. Ik had niet zo hard moeten werken. En inderdaad, de eerste... ik ben te weinig trouw geweest aan mezelf... en heb me te veel laten leiden door de verwachtingen van anderen. Ja, Bam. ja. Nou, ga dat rijtje maar even bij jezelf af... voordat het te laat is. Ja, echt. Ja. Dat is echt mooi, hè? Ja, 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 vind ik ook. Ja, ik vind ook wel... Ik, ik... Af en toe gewoon zo gezond om, om even je leven naast dat rijtje te zetten. En ja. hoe, uh, hoe voorkom ik dat ik die uh, op mijn sterfbed die spijt heb. Ja. ja, maar kijk, en dat bedoel ik te zeggen. Ik, ik vind het een leuk en ik weet niet, maar hoe leefden die mensen Ja, die, oh ja, die cynici die, die realiseerden zich ook. Ja, dat, dat aantrekken van de verwachting van anderen zit ons misschien wel het meest in de weg. Ja. En daarom ging, uh, gingen zij... Um, Schaamteloos trouw zijn aan zichzelf. Dus uh, Diogenes was een bekende. die uh, uh, liep halfnaak door Athene. Uh, bedreefde liefde in het uh, openbaar. Uh, zei tegen mensen. pijnlijk eerlijke dingen. die je eigenlijk normaal gesproken. in sociale nee. conventie. niet zo snel zou zeggen. En zijn uitleg daarbij is. Ik doe dat niet om te choqueren of provoceren. maar om uh, elke keer dat ik iets doe waar ik, waar ik veel zin in heb. maar wat andere mensen uh, afkeuren. Dan train ik, hij noemt dat uh, zijn autarkia. En, ja. en autarkia, dat is uh, dat je jezelf kan regeren. Uh, autos is zelf en onafhankelijke. Ja, echte, ja onafhankelijkheid, ja, helemaal. Ja. En, um, en dat je dus als je dat in, in kleine, alledaagse gebeurtenissen doet, uh, dat trainen van trouwen naar jezelf. Dat het je ook helpt om meer trouw te zijn aan jezelf in, in de grote beslissingen van je leven. Ik heb. Uh, Af en toe geef ik cursussen over deze filosoof. En dan maak ik de deelnemers ook, ook leerling van zo'n filosoof. Dus dan moet je even zo'n. Uh, en dan geef ja. ja, ik ze dus de, de oefening mee om in die week uh, één keer iets te doen waar ze uh, waar ze wel zin in hebben, maar wat ze anders niet zouden doen uit angst voor wat anderen van ze zouden ja. vinden. En dat kan dus gewoon zo simpel zijn als. Um, je zit op de fiets en je hebt zin om even mee te zingen met Adel. Ja, Adele of, ja, ja nee. maar dat vind ik mooi. Dat, en dat voel ik ook heel erg. Doe dat vooral. Ook ja. omdat je daar mensen niet per definitie mee lastig valt. Nee, ja. Maar om nou gewoon. Ik vind het een beetje geforceerd om een random iemand op straat te gaan zeggen: God, wat heb jij een grote neus? Of zo. Ja, je zal het waarschijnlijk denken, want je ziet het. Maar waarom zou je het zeggen? Ja, en ik denk dus dat die, uh, die, die cynici, daar zit ook wel wat verschil in hoe, uh, hoe extreem ze daarin gaan. Ja. Want ik, er zijn ook cynici waarbij je merkt, die, uh, die gaan eigenlijk in hun trouwen naar zichzelf tot de grens waar ze anderen lastig vallen en daar, en daar, daar stoppen ze. Zo, ja, dus, ja, ja, ja. dus dan train je ja. het wel, maar zonder dat je... Um, een, een van die deelnemers, die, die had al een hele, dag, uh, een hele middag gewinkeld bijvoorbeeld, en die stond toen in de rij uh, bij de blokker volgens mij. Er stonden nog vijf mensen voor haar en zij dacht, ja, ik, uh, ik ben gewoon heel moe. Van, ik heb een hele middag geslenterd en als ik, nou, als ik echt zou doen waar ik zin in heb, dan ga ik hier gewoon lekker op de grond zitten mm -hmm. in de rij. En dat was net in die week, van uh, dus dacht ze dacht, ja, oké, okay, dan ga ik dus ja, eerst ja, daar gaan ja, ja, zitten. Ja. en Mensen kijken natuurlijk eerst even, van, gaat het goed met je? Maar ze had een mobiel gepakt en de mensen gaan na drie seconden, draaiden ze zich weer om en gingen ze met zichzelf bezig. En toen zeiden ze, ja... Ergens was het wel een bevrijdend moment ja. dat ik, uh, ik voelde niemand meer lastig. Nee. Ik vond het echt lekker om even te uit te rusten en, en normaal gesproken doe je het niet uit angst voor uh, wat anderen vinden. Ja, nee, ja. hey, dat voel ik heel erg. En ik denk ook best wel dat ik uh, daar, uh, hoe zeg je dat, trekjes van heb en best wel zo leef. Maar ik heb ook wel een tijd gekend waarbij dat aan zich eigenlijk toch. Uh, ja, ja. Uh, het doel je? op zich wordt. Ja, want het gaat erover dat je die erkenning niet nodig hebt. Maar als je elke keer heel geforceerd... toch wel weer geforceerd gaat zitten in die rij... Ja, dan, dan, dan ben je juist op zoek naar die... Oh, ja. Van, oh, uh, ja. ja, en ik denk dat je dat over Diogenes ook wel kunt zeggen. hoor Die, die uh, zijn ook verhalen... dan kwam iedereen het theater uit en trappen naar beneden... en dan ging hij omhoog... En dan zei hij ja, ook ja, iets ja, ja. over uh, ja. het belang van ja. uh, je eigen pad. Volgens mij nee, is ja, dan maar, wordt het is goed om te trainen. En ik vind het ook wel leuk om het misschien een beetje te forceren. Omdat we uh, nou ja, wel te veel geneigd zijn om met de stroom mee te gaan. Ja, en ik denk dat ik mezelf heel erg aangetrokken voel tot, tot die uh, groepering. Omdat, uh, uh, omdat ik zelf dus eerder veel. Uh, mijn Valko is veel meer het conformisme ja, ja, en het ja, pleasen. Ja. En, uh, ja. dus ik, uh, en ik, dat vind ik zelf aan, aan die filosofie heel, heel fijn. Van, ik vergelijk het wel eens met een, uh, een buffettafel. Van mm -hmm. er liggen allerlei ideeën die soort kunnen leiden tot meer zelfinzicht of kennis en aanmoedigingen zijn anders te handelen. Alleen je, je, hebt zelf, uh, je hebt zelf te kiezen eigenlijk van uh, wat ga ik nu van die buffettafel pakken. Ja. Het is niet een soort methode als een uh, vijfgangenmenu uh, menu. Van je moet eerst beginnen. En daar, eigenlijk ja. ook wat ik in die, in die kerk wel had van ja, het is ja, gewoon dit, dit menu. Is, ja, ja. Dus het is ook een beetje zoeken. Ja, welke filosofen kunnen we in deze fase van mijn leven. en met wie ik ben. Ja, het is wel echt iets dat, uh, nou ja, uh, heel belangrijk is. Voor, nou ja, diversiteit is een woord dat veel gebruikt wordt deze dagen. Ja. Uh, en we hebben het al gehad over perspectieve lenigheid en zo. Dat, dat zit hier allemaal wel erg in. Denk je dat we in een goede tijd zitten? Zijn we, zijn we, zijn we non-conformistischer of cynischer in, in nou ja, de filosofische nee. betekenis? Nee, ik... ik um, um. Wat, wat me wel zorgen baart in, in de uh, soort samenleving... en de levenskunst die daar ontstaat, is uh, dat ik steeds vaker het idee krijg... dat de, de, de samenleving steeds meer gaat lijken op de kerk waar ik uh, uitgekomen ben. En dan in de zin van... Ja, waarheden, tunnelvisies, ja. um, uh, de echo-kamer. Ja. We zitten allemaal in de ons echokamer. eigen echo-kamertje... waar we mensen dingen horen zeggen die we net ervoor zelf ook zeiden. Nou, dat is toevallig. Dat, dat zei ik net zelf ook. Ja. Dus we raken steeds meer bevestigd in ons eigen gelijk. En dat heeft te maken natuurlijk met online... waar ja. algoritmes um, ons in die filterbubbels opsluiten. Ja. Onze eigen dus dat werkt eigenlijk polariserend... in plaats van dat je even het hele buffet ziet en denkt... ah, oh, misschien... Precies, ja. Ja, en ik... Um, en dat merk ik ook wel in de gesprekken die ik, die ik met, met vrienden en kennissen heb, dat um, het, het onbegrip voor mensen met andere ideeën of standpunten lijkt groter te worden. Blijkt trouwens ook uit, um, uit onderzoek, dat het wordt dan affectieve polarisatie genoemd, want inhoudelijk komen we eigenlijk dichter bij elkaar mm. qua ideeën. Maar qua um, wantrouwen en argwaan naar denkende en um, strijd of zo, dat ja. wordt sterker. En, Waardoor ik dus ook steeds vaker in gesprekken kom. Van, ik, ik kwam uit een wereld van zwart en wit, waarheid en leugen. En ik stapte eruit en ik, ho ja, ik hoopte ook in een soort wereld van 50, 20 reis te De komen. Zeg maar. En, over place, ja, ja. en uh, dat, je, dat ik nu ook merk steeds vaker in, een, in gesprekken te komen waar je. Um, waar er heel sterk... Um, uh, sterke waarheden bestaan of, of uh, scheidslijnen van ja, of je vindt dit of je vindt dat. En er is niets meer daartussenin. En ik denk dus dat in zo'n uh, wereld die, die um, filosofie ook echt wel een gezond medicijn kan zijn. Ja. Eigenlijk. Want er is een, een um, Nigeriaanse filosoof, Sophie Oluwole, die zegt... Uh, wijsheid, dat is uh, de mogelijkheid om iets op een andere manier te zien. Ja. Om even uit je eigen perspectief te stappen en uh, vanuit iemand anders' blik te kijken... En volgens mij zouden we dat wel uh, goed kunnen gebruiken. Ja. En even los van, dan wil ik straks nog wat dieper op door, maar de, 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 ja, de techniek eigenlijk, uh, de bubbels die je omschrijft. Uh. Vraag ik me dan af, en misschien is de combinatie hoor, maar is het dan juist de angst voor het onbekende? Of is het heel erg de hang naar verbinding met gelijkgestemden? Ja. Ik. Dus vind ik een hele mooie vraag. Ik vind het ook, ben er ook in, in, aan het zoeken. Ik, ik ben bezig met een boek hierover, groot okay. boek. Uh, ja, over uh, ja, een soort een pleidooi voor perspectivistische lenigheid. Ja. Zeg maar. En ik heb het idee dat het um, deels voortkomt uit het feit dat we. Steeds minder, steeds minder onderdeel uitmaken van gemeenschappen. Dus waar, waar het vroeger vrij normaal was, je, je zat in een religieuze gemeenschap. of je was heel duidelijk, hoorde je bij een bepaalde politieke stroming. Ja. Je was lid van vrijwilligersverenigingen, sportclubs. Je bleef in je eigen dorp wonen of zo. Lekker overzichtelijk, goede ja. houvast, basis. Ja, je had een heel duidelijk gevoel van ergens bij horen. En um, dat, dat is natuurlijk verdwenen. En, en sowieso zijn uh, bepaalde. Uh, kaders van uh, waarheid verdwenen. De, er is heel weinig ja. uh, soort common ground dat we zeggen: Oké, okay, dit vinden we ja, allemaal. Eh, uh, zelfs de aarde is niet uh, rond meer. Nee, ja, precies. Zijn, ja, uh, ja, de wat ik ook wel goed uh, vind hoor: je ja. laat alles maar wankelen. En uh, ik vind ja. het heerlijk om mensen bij uh. betogen over Flat Earth uh, te zien hebben. Ik denk, ja. Ja, okay, uh, ja. ja, precies. Ja, nee, inderdaad. Alles is aan, aan het wankelen. Ja. We zijn bijna nergens meer uh, onderdeel van. En dan komt er, denk ik, natuurlijk een, een extra sterk uh, verlangen naar. als je iets hebt gevonden. om dat heel uh, stevig vast te gaan houden. En ja. uh, dit heb ik nu. Ja. Uh, en als ik dit nu ook nog weer loslaat. Ja, uh, dan heb ik, heb ik weer helemaal niets. En wat jij zegt, denk, is daar ook een heel groot onderdeel van. Nu hoor ik ook weer ergens bij. Ja. bij degene die dit heel erg uh, ja. uh, vasthouden. Ik merk het zelfs heel duidelijk bij mezelf. Want ik ga nu dus dit boek wat ik hier, filosofie voor werkloos ja. leven is, is heel erg dat buffet idee, allerlei ja. ideetjes en nou, je kunt het zo bekijken, zo bekijken. Nu 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 ga ik dus een boek schrijven, een soort pleidooi voor dit, voor perspectivistische ledigheid Denk ik. Waarom vind ik dit net zo lekker? Oh ja, omdat ik nu iets gevonden heb. Ja, ik heb nu ergens waar ik voor sta. Uh, dus ik... Wat alles behalve uh, perspectief lenig is. Precies, ja. Lekker. Dus zelfs ik, ik betrap mezelf op, <laughs> oe, ik nu op. Oeh, ik begin nu hierin een soort start te worden. Ja, ja, ja. Um, dus ik wil in het boek ook een deel schrijven over... Waarom? Het gevaar van uh, ja. perspectivistische maar. lenigheid. Ja. Nou ja, en dat is het een beetje... Maar we hebben het wel genoeg gehad over dat cynisme uh, en het non-conformistische. Uh, maar dat ik ergens denk, ja, maar wacht eens even. Tuurlijk is het goed om, wat jij zegt, uh, dat een beetje te trainen. Maar laten we nou niet net doen alsof we als mens niet gemaakt zijn voor. Nou ja, erkenning is een groot woord, maar verbinding in ieder geval. Ja, ja. Maar je kunt denk ik um, ook verbinding vinden in, in met elkaar um, vieren dat je de vragen leeft. Ja. Zo van het idee van, ach, wat is je zijn... de hele agree to disagree dooddoenen. Ja, of, nou of in elk geval, um, um, nee, nog niet eens zozeer agree nee, okay. to disagree, maar zoiets zo van. Uh, iedereen die je tegenkomt uh, is, is een, uh, een gevecht aan het voeren waar, waar je geen, geen idee van hebt. We zijn eigenlijk allemaal aan het klooien en aan het zoeken ja. en aan het. Um... Dat was mijn hoop eigenlijk heel erg, nu jij dit zo zegt, uh, dat, dat de pandemie. Dat ik dacht echt oh, fantastisch. Want nu zijn we echt weer allemaal mensen. En, ja. uh, maar het, nou, het is niet echt bepaald wat er gebeurd is. Nee. Uh, omdat daar natuurlijk ook juist heel erg uh, een soort tegengestelde groep in kwamen. En oh, waar hoor je bij? Ja. Maar dat vond ik echt jammer. Want ik dacht, soms denk ik wel eens. Oh, ik zou het te gek vinden als we aan worden gevallen door ruimtewezens. Ja. ja. Van dan, ja, dan zijn we allemaal weer broeders. Of zo. Ja. Ja, precies. Ja, dat er iets, iets is wat ons allemaal samen. Ja. ja, en we hebben natuurlijk altijd, dat vind ik toch wel mooi om te bedenken, bij welk mensen dan ook, zijn er altijd meer overeenkomsten dan verschillen. Ja, absoluut. absoluut ja. Ja, dat is, ja. Eh, ja. Want, wat wat ons natuurlijk ergens uh, allemaal gelijk maakt, is. Ik vind het een ontzettend mooi beeld van een, uh, een Spaanse filosoof die zegt het leven is eigenlijk als uh, wakker worden op een podium. Waar een toneelstuk gaande is. En dan kijk je om je heen en denk je. Uh, uh, wie, uh, wie, wat is mijn rol hier? Wie zijn die anderen? Ja, dat ben je daarna ontdekken. Ja, wel, ja, ja, er zijn ja. mensen, oh, die kijken naar mij, oh, die ja, verwachten ja. iets. Oh, oh, het is al gaande, dit gebeuren. Ik moet ergens, wat in iets wat al begonnen is, moet ik een plek zien te vinden. Wat is goed, wat is slecht, wat moet ik doen? Hoe houdt het op? Wat is de bedoeling hiervan? En dan zegt hij, um, en dat zijn eigenlijk precies de vragen van het leven. Ja. Waar ben ik? Wie ben ik? Uh, wat moet ik doen? Uh, wat is de zin hiervan? En, uh, en dat is wat ons allemaal verbindt. Ja. Dat, dat we ergens in terecht zijn gekomen... waar we, voor zover we weten... niet voor gekozen hebben. En, nee. en we zoeken een rol ja. daarin... en een plek. En, ja. ja, wat ik een beetje mis... maar ik vind het een hele mooie vergelijking... is dat het vooral... Het gevaar is dat je dus maar gaat doen waarvan je denkt dat de mensen in de zaal verwachten dat je gaat doen. Terwijl uh, je ja, daar op het podium eigenlijk ook zou moeten bedenken, wat zou ik eigenlijk willen doen? Nee, ja, zeker. Goed, ja, nee, uh, zeker ja. dat, zou, dat is de Diogenes in jou die dan uh, nou, uh, ja. denkt, ja, nu ja, is ja, het gevaar. Van, ja, ja. En, en waar het is denk ik, in die vergelijking is het zo, uh, er is een publiek. Want we zijn ons wel heel erg bewust van dat we bekeken zeker. worden. En, en dan toch je eigen rol gaan spelen of zo. ja. ja. ja, ja. Een woord, en dat is ook een beetje bijna de nieuwe religie, wat uh, jij uh, mij leerde is, uh, ik hoop dat ik het goed heb Panopticon. Ah, ja. ja. Pa wat is Panopticon? Nou, ik reed net langs hier onder, onderweg naar, uh, naar, uh, naar jou. In ja? Haarlem heb je natuurlijk de, de koepelgevangenis. Ja, D dat is een, een Panopticon. Uh, dus een is ooit bedacht door een, een 16e-eeuwse uh, Britse filosoof die zei de. Um, slimste manier om een gevangenis te bouwen is helemaal in het rond en dan in het midden een toren te zetten waar de cipier in kan en die cipier die kan vanuit zijn toren uh, alle cellen bekijken maar de uh, gevangenen zien niet of er een cipier staat. Dus je denkt altijd, hij kan me zien. Hij kan altijd bekijken, ja. En, en het idee is dan, mensen gaan zich gedragen zoals ze Daarom denken. Daarom is het ook een koepel. Dat is echt, ja. uh, oké, okay, ja, nice. Ja. Dus dat idee heeft er inderdaad, uh, in de filosofie heeft, dus in, in, uh, ja, door de heel, uh, in elk geval in Nederland staat er in Arnhem, dacht ik ook eentje, en in Haarlem en in andere mm. landen ook een heel aantal uh, panopticons. Ja. En, um, en het risico, denk ik, in, in de samenleving waarin we zitten, is dat wij nu ons eigen panopticon aan het... Scheppen zijn als het ware. Omdat we een, een wereld maken waarin we uh, onszelf ook de hele tijd zichtbaar maken ja. in uh, TikToks, Instagrams, uh, die mensen ook dus weer kunnen beoordelen of niet. Dus we maken ons en, en ook nog uh, de straatcamera's, die ook een goede uh, ja, ja, echt, uh, effect hebben. Maar er zijn bijna, en ook de manier waarop we uh, de architectuur is nu natuurlijk ook. Alles is glas, alles moet uh, zichtbaar, zichtbaar ja. zijn. Dat is een soort uh, dictatuur van de transparantie. En dat het risico daarvan is dus dat, dat je aanpassen aan anderen steeds groter wordt in zo'n uh, wereld of samenleving die een soort panopticon is. Ja, nou is social media natuurlijk een soort fake panopticon, zou je kunnen zeggen. Want was het maar zo dat je. ...daar alles deelde in plaats van alleen maar wat leuk is. Absoluut, ja. Maar ik snap wat je zegt, ja. Ja. Jij en jij. En die, die zit sinds ik hem zag uh, een paar jaar geleden echt ook in mijn hoofd. Dus ik vond het mooi dat jij hem aanstipte. Black Mirror is een serie op Netflix. En daar zit één aflevering in. Nou, ik zal in de beschrijving de titel zetten. Dat weet ik even niet. Maar dat is crazy. En dat is toch het ja, realistischste dan ooit van een wereld... ...waarbij je punten krijgt... Uh, aan de hand van hoe je bent tegen ja. anderen. Echt een soort social media of nou ja, gewoon een dagelijks leven grading. Ja. En het is een, oh, dat is een. Dat is zo'n heftig verhaal. Ja. Omdat een dame, nou ja, die gaat er helemaal onderdoor. En en dus doet ze minder aardig tegen mensen. Hoppa, gaan er weer punten af. Dus kan ze niet een bepaald huis kopen. Ja. Het is echt. Ja, heftig, heftig. heftig. Ja. En het en het. Um... Uh, bizarre is dus dat er in, uh, in China bestaat dit systeem, het Citizen Score System, waarin je dus uh, punten krijgt voor je gedrag en die gaan bepalen voor een deel uh, welke banen, welke opleiding waar je mag wonen. Ja. Um, nou, zover is het in, in Nederland gelukkig nog niet. Nee, nee, maar, maar... goed. Uh, nou ja, met de met, met recensies die je kan achterlaten en zo. Uh, ja, dat is grappig. Op een bepaalde manier zitten we natuurlijk een beetje. Als je iemand ontmoet en je gaat even naar de, naar de Instagram van diegene, dan zie je wel. Oh, zoveel volgers. Oh, en zoveel volgt hij ja, zelf. Ja, oh, ja. Ja. En dan heb je toch ook alweer. Of, oh, en hoeveel likes krijgt hij? Ja. Dus dat is ja, ook, ja, wel dat ook wel een dingetje. beetje. Uh, uh, ja, wat maar. ik wel goed vind, is dat er ook bepaalde sites zijn. waarbij je zeg maar over en weer kan recenseren. Want eh, wat we kennen, dat is tamelijk oneerlijk. Is gewoon uh, wat een slecht restaurant. Uh, ja. Maar ik vind het wel lekkerder als dat restaurant ook zou kunnen reageren met. Nou, wat, uh, wat een vreselijke klant. De klant ja. Want dan ja. is, en dat heb je soms wel op sites. Maar ik heb wel lang gedacht. Stond ik hier toch wel zo in. Het gaat dan inderdaad over transparantie. Dat ik dacht: ja, de classic, als je niks te verliezen hebt, is toch prima. Is toch fijn en overzichtelijk. En, mm. en, hoe sta jij erin? Als, als, uh, al, uh, ja, het is ook, uh, dat is niet een uitspraak die, die ik zelf verzocht, die las ik ooit ergens. Uh, het is ook de natte droom van elke dictator. Ja. Uh, dus, dus op zich ook al heb je zelf niet zoveel te verbergen, denk ik toch dat je kwetsbaar bent voor, uh, voor, voor mm. mensen die uh, uh, op uh, onrechtvaardige manieren hun macht willen vergroten. Of zo. Dus ja. dat is denk ik wel het, uh, het, gevaar, ja. het gevaar als alles over je bekend is. Dus wat, wat uh, raad jij aan hoe om te gaan met, met social media? Jij uh, beschrijft, vind ik heel mooi, je, je vergelijkt de telefoon met vuur. Ja. Wat, nou ja. wat alles zegt, namelijk te gek, waanzinnig, wat kan je er veel mee? Maar ook pas op. Ja, ja. Ja, ik denk dat het, het, het eerste wat waar, waar we volgens mij gewoon heel eerlijk naar Kaar ook over moeten zijn, is dat uh, het een extreem verslavingsgevoelig uh, voorwerp is. Waar als ik naar mezelf kijk, kan ik er denk ik niet onderuit dat ik uh, een, een verslaafde ben. Maar... Um, en, en zo wordt het ook ingericht, natuurlijk. Um, en er zijn wel wat. Uh, er zijn wel wat. Trucs natuurlijk, om dat vuur te beperken of zo ja. van je kunt gewoon instellen hoeveel uur je per dag erop kan. Uh, je kunt het in uh, grijs tinten ja, of zo, ja, dat ja, maakt ja, minder aantrekkelijk is, minder aantrekkelijk. Ja, ja. en ik daar, ik denk dat dat is een soort van de technische oplossing. Maar volgens mij is de, de menselijke oplossing dat we dat we dat gesprek met onszelf in elk geval heel eerlijk voeren en en met anderen ja. over hoe. Um, hoe verslaafd uh, we eigenlijk wel niet zijn. Ik hoop dus heel erg, maar dat is gewoon ja, echt een hoop, maar misschien, ja, ik vind het ook wel logisch klinken, dat eigenlijk de jongere generatie daar veel beter uh, mee kan omgaan. Hmm. Hoop ik, maar dat denk ik ook wel, omdat je op een gegeven moment wel de leegte daarvan ziet. Wij, uh, en ik ben nog ouder dan jij, wij zijn er niet mee opgegroeid, dus het, het, dat blijft een prikkelmachine van heb ik jou daar? Ja. Uh, dus dan kan je er sneller in verdrinken, maar dat is nogmaals... Ja, ik weet het niet. Ik hoorde een, uh, uh, laatst een heel mooi experiment dat ooit gedaan was op een uh, voor een tv-programma op een school, de hele school moest een dag lang. Uh, per se alles via hun mobiel doen. Dus ze mochten niet met elkaar praten. Oh, wow. dus alles moesten ja, alle lessen lekker. waren via WhatsApp. En, uh, ah. en toen kreeg je dus. Dan, het was 24 voor het was dan echt 24 uur uh, waar zijn, ze sliepen er ook en. En toen de volgende dag waren mensen zo extreem blij van... oh, we mogen weer we praten niet. met ja. elkaar. Ja. Uh, toen dacht ik, misschien is, is dat wel Fantastisch. Uh, ja, niet je onthouden... maar gewoon overload. En ja. dat mensen denken, oh, weg ermee. Ja. Nou ja, daar schrijf je ook wel over wat ik nooit zo had uh, gezien. Dat is uh, een uh, schrijver, zeg maar niks, Jonathan Safran Foer. Ja, ja. En people who become used to saying little... become used to feeling little. Dus dat is wel waardoor je. Hè, ik, ik denk we allemaal wel zijn toch, maar wanneer bel je nog iemand? Nee, uh, want je ziet ja. wel een happy. Ja. Maar ik vond dit wel eentje die, die wel beklijft. Dat je denkt, ja, praten, als je weinig praat en de hele dag maar mailtjes zitten te sturen en weet je ook wat jij nu zegt op die school. Ja. Je wordt helemaal gek. Ja. En, en, en je wordt ook inderdaad afgestompt eigenlijk. Ja ja nee het is denk ik ook wel ooit uh, die voer die zegt ook ja ooit was telefoneren en daarna sms'en en daarna appen was een soort uh, vervanging voor gewoon normaal contact of een uh, als het, uh, mm -hmm. maar het was al een surrogaat of, uh. maar als het ja. op een gegeven moment uh, de, de de bijna norm. het enige of ja. de norm wordt dan, ja. want we zijn natuurlijk in appjes bijvoorbeeld uh, en tweets en al, zijn we ook geneigd om veel um, uh, korter af te ja. communiceren. Ja, ja, ja. Zijn idee is ook: ja, als we de heetheid korter af en kleiner communiceren, dan gaan we ook iets doen met ons gevoelsleven. En uh, dat vind ik op zich geen gek idee, want vaak nou, is het he? ook, denk ik, in gesprekken zo'n beetje al stamelend zoeken. En, en dan hoor je zelf ineens iets zeggen wat je nog nooit gezegd hebt. Dan denk, hé, hey, de, de, daar gebeurt het of zo. Hè? Maar als je een beetje filosofeert over uh, waar we naartoe gaan, specifiek dan even over dit met die techniek en dat panopticon, wat toch. Ja, ik weet even niet wie de dictator is. Dat is juist ook misschien het angstige. Ja, of zijn dat die bedrijven? Of nou ja, whatever. Maar mm. ja, hoe zie jij de toekomst daarin? Ja. En je mag eerst dan even premeditatie om alarm <laughs> doen. Dat kan echt even helemaal het slecht. Maar het kan ja. ook. Kijk, ik ben ook nog wel. Positief ingesteld dat, hé, hey, uh, het, is, het, is, het is verbinding. Ja, nee, dat, dat, dat is ook, dat is denk ik ook. Uh, het risico is ook, helemaal, uh, ik ben niet opgegroeid met een mobiele telefoon en, en dan ga je er een beetje um, op, um, uh, de risico's er heel erg van misschien benadrukken. Terwijl, als er één ding blijkt uit, um, uit de hele geschiedenis, ook van de filosofie, is het dat we. Altijd bij nieuwe dingen het idee hebben dat het slechter is dan wat er was. Ja. Zelfs bij uh, 500 voor Christus hoor je mensen al klagen over de taalverloedering. Waar gaat uh, dat heen? Ja, ja, dat, nou, ik ben <laughs> opgegroeid met, met de Bijbel natuurlijk. Ja. Uh, in de Bijbel staat, staan, staan natuurlijk ook schitterende verhalen en, en uh, spreuken. En een van is ook uh, mensen die zeggen, vroeger was alles beter, moet je nooit serieus nemen. Uh, want die zijn er altijd ja. en die zijn er in elke... Ja. En dat zit dat ook wel een stemmetje in mijn hoofd van... Nou, er zijn denk ik wel terechte zorgen die, die we hebben, maar... Um, um, het is natuurlijk ook geweldig ja. wat, de, wat de mogelijkheden die het, uh, die het biedt en... Um, ja, is, uh, er is een, een boek verschenen van een Franse filosoof het heet De wereld onder de duim. En hij was toen hij dat schreef, denk ik al in de tachtig of zo. En hij is echt laaiend enthousiast ja? over. Ja, hij zegt: Het is toch ongelooflijk dat je de wereld onder je duim hebt. Alleen, ja, ja, ja. alleen ja, uh, we hebben nog wat kinderziektes en we moeten het nog even. De, de nadelen ervan uh, proberen te, uh, af te komen en de voordelen wat te vergroten. Maar dit is geweldig. Uh, ja. Ja, dat is ook wel een ja, uh, mooi. mooi geluid. Ja. Ja, jij leest dus veel, want ik hoor elke keer ja, machtig mooi. maar toe, je elke keer een of een filosoof of een boek aanhaalt. Dus, uh, ja, misschien wel uh, heel irritant voor de luisteraar. Oh nee, oh nee, uh, die, nee. Uh, oh, nou, dat weet uh, okay. ik. Uh, maar ik heb aan jou ook de vraag gesteld: welke drie boeken ja. Ja, zijn uh, ja, voor jou uh, belangrijk geweest in jouw reis als mens, zeg maar. Mm, ja. uh, dit is altijd voor mij een mooi moment om ook even de plaspauze te nemen uh, en de thee bij te schenken. Yes. En dan ben ik benieuwd. Ja. Ja. De drie boeken. En nou, de Bijbel zal er niet in zitten. <laughs> nee, nee. Hoewel die waarschijnlijk misschien wel het meeste invloed op mij heeft gehad. Want, ja. <laughs> je kunt, je kunt een, een, een kind wel uit de kerk halen, maar de kerk nooit meer uit het kind, denk ik. Nee. Dat uh, heb ik niet meegenomen, nee. nee. Welke, uh, ja, in willekeurige volgorde. Dus, uh. um, nou, er is een, een boek van een uh, Romeinse filosoof uit de eerste eeuw uh, uh, van Christus, die. Um, uh, Seneca ja. heet hij. En hij is, denk ik, ook wel een van de grappigste filosofen. Dus dat vind ik ook leuk. Als je zijn boeken leest, valt er ook echt heel wat af te lachen. Ook belangrijk, ja. ja en, maar hij heeft een boek geschreven dat heet um, De Lengte van het Leven. En. Um, dit is een. Dit is een, een het is helemaal niet zo dik. Ik pak het er eigenlijk best wel vaak bij uh, voor mezelf. Ja. Vooral op momenten dat ik het idee heb dat ik uh, een beetje in uitstelgedrag zit. of. Uh, niet echt bewust, niet bewust aan het leven ben. Maar het is namelijk een, een boek waarin hij. Uh, eigenlijk gewoon één stelling uitlegt. Namelijk: Ons leven is niet kort, maar we verspillen zo ongelooflijk veel tijd. Oh. En echt, als je het leest, Giel, het is een soort. Schoppen onder mijn kont elke keer dat ik denk, ik, ik krijg gewoon meteen weer dan zin om te gaan doen wat, wat ik echt van belang vind. Of uh, nee, ja, ja. hij zegt van alles in ons leven bewaren we, uh, onze, uh, onze spullen, ons geld, onze, maar onze tijd, eigenlijk het kostbaarste wat er is, dat gooien we met bakken, uh, gooien we dat maar weg en doen we er maar wat mee en beschermen we het niet. En. Hoi. Uh, ja, het leven dat we krijgen is niet kort, we maken het kort, zegt hij. We hebben er niet te weinig van, we gooien het met bakken overboord. <laughs> Ja, ik weet, jij hebt zelf een boek geschreven Op Weg naar Vrijheid. Wat eigenlijk een, uh, nou ja, dat zijn gewoon uh, allemaal verschillende filosofen. Daar ja, is zijn daar, eigenlijk daar teksten komt, van. Daar uh, komt hij volgens ja. mij ook wel een paar keer terug. Ja, ja klopt. Ja. Waar ik heel erg op aanging, uh, was uh, een stukje over uh, het ware geluk. Uh, of dat is het boek, heet zo, denk ik dan, hè? Ja, daar heeft hij ook een, een, boek, of dat een ja. boek ja. Ja, het ware geluk is ook van Seneca. Ja. En dan gaat het heel erg over. Nou ja, ik kan het eigenlijk niet zo heel kort quoten, maar uh, hoe zit het met genot? Natuurlijk, we zijn er aan alle kanten door omgeven. Het stroomt langs alle wegen op ons toe. Het maakt ons zwak met al zijn verleidingen. Het zet het ene na het andere middel in ons hele lijf of delen ervan te prikkelen. Maar als je nog iets menselijks in je hebt, zou je daar dan ooit voor kiezen? Dag en nacht in staat van opwinding zijn, je geest verwaarlozen en alleen maar bezig blijven met je lijf. Ja, dat vond ik ja. zelf. Dacht ik, oh, Seneca. Maar ik ben, goed, ben ja. heel benieuwd naar dit. Want dit is gewoon echt zijn hele boek. Ja, dit en is zijn, dat ook wel ja. leesbaar dus? Want het ja, is, ja, het is echt okay. wel goed leesbaar. Ja, okay. ja het is, hij, is, hij is van de stoïcijnen de meest toegankelijke, vind ik. En wat ik dus ook ongelooflijk vind, het is 2000 jaar uh, oud. Ja. En als ik Seneca lees, denk ik dit had hij gisteren kunnen ja, schrijven. Is top, en dat vind ik dus ook, een, vind ik eigenlijk heel geruststellend aan de filosofie van, we kunnen ons ook heel erg zorgen maken over deze tijd of over eigen dingen die je oh. hebt. Als ik dan Seneca lees, denk ik het zijn voor een groot deel vragen waar we gewoon al duizenden jaren mee bezig zijn. Dus het is een soort van lotgenoten. Van, ja. We doen, ja, ja. doen het niet in ons eentje. Maar ook we hoeven het ook niet op te lossen. Nee. Want het blijven de vragen en als ja. we die maar ja, bewust leven. En, uh, nee, is... want we hebben het net over de mobiele telefoon. Dat gaat heel erg over wat ik net uh, Precies, ja. Ongelooflijk. Is het je favoriete filosoof? Nou, ik werd laatst inderdaad gevraagd voor een, voor een reeks van uh, wil je een avond doen over jouw favoriete filosoof? Toen heb ik het inderdaad over, over Seneca okay. gedaan. Hoewel, uh, uh, dat was uh, heel lastig. Ik, want ik, ik ben ja. ook heel erg gecharmeerd van Nietzsche. Uh, misschien minstens zoveel als van uh, Seneca, ja. Levenskunst. Top. Ja. Daar heb ik nu al zin in om dat te gaan lezen. Uh, ja, en het is dus, dit zijn een aantal essays ja. van hem en één daarvan heet De Lengte van het Leven. Oh ja, die, uh, zin, ja, dat is specifiek. Ja, dat is, uh, ja, okay. ja, ja. Top. Ja. Uh, ja, boek twee. Boek twee. Um, Albert Camus, De Mythe van Sisyphus, Frans filosoof uit de 20ste eeuw, die... Het leven van de mens vergelijkt met de straf van Sisyphus. namelijk uh, oneindige steen omhoog moeten duwen een berg op. En mm -hmm. als je bijna boven aan de berg bent, rolt die steen weer terug. Okay, en dan ja. moet je weer opnieuw beginnen. Dat was een, uit de mythologie is dat een verhaal. Okay. En Camus zegt um, op een bepaalde manier is ons leven dat. daarmee te vergelijken. Ja. Van, je wordt wakker, je eet, uh, je gaat naar je werk, je komt thuis, je eet, je gaat tv kijken of je doet een hobby, je gaat slapen samen of met iemand anders. Je wordt wakker, je gaat eten, je gaat werken, je komt thuis, je gaat... en, en Camus zegt, um, er kan een dag komen dat je je opeens afvraagt, waarom eigenlijk? Wat ben je aan ja, ja. ja, ja. wat, ja. wat het doen? Waartoe allemaal? Ja. En zijn um, eerste uh, vraag, eerste zin uit het boek is, de enige echt interessante filosofische... Het enige echt interessante filosofische probleem is de zelfmoord. Van, is... Dit leven, het is niet heel vrolijk, maar is dit het eigenlijk waard om ja. al die moeite de, te doen? En uh, heel, heel indringend uh, ja. boek eigenlijk. En dan, uh, dan, dan, dan lees je dat en dan beschrijft hij dus eigenlijk ook, ja, waar zijn we nou mee bezig? En het is maar een eindloze herhaling van hetzelfde, maar we komen nooit op een punt dat we denken, nou, we zijn er. Um, en dan denk je, hij gaat aan het eind de conclusie trekken, ja, het is eigenlijk zinloos. Oh, ja, precies, ja. ja. En dan, uh, en dan eindigt hij met... Um, en toch um, uh, moeten we ons Sisyphus als een gelukkig mens voorstellen. Want het is hem gelukt om van elk stukje van die steen te gaan houden. Ja, en van elk uh, korreltje op die berg is hij gaan houden. En, um, en dat vond ja, ja, vind ik echt prachtig. En dat is ook een beetje nou ja, de, een platgetreden pad, maar clichés zijn waar. Namelijk geniet van de reis en niet van de bestemming. Ofwel geniet van die weg met die steen omhoog, uh, ja, of je er naar komt of niet. Precies, ja. Van misschien hebben we hebben we inmiddels geen antwoorden meer van uh, dit is een hogere betekenis of hier doen we het allemaal voor, maar. Uh en het leven is ook ingewikkeld ja en het is moeilijk maar het is wel uh, het zijn wel mijn ingewikkeldheden het is mijn moeite en, die, en daar dan van leren houden omdat het ja. yeah, dit is mijn pad en dit is mijn en er staat onder een essay over het absurde en eigenlijk is het absurde gewoon het leven of ja is? het absurde is dat hij zegt de absurde situatie van de mens is dat we de hele tijd op zoek zijn naar betekenis ja. uh, maar dat de wereld zwijgt die geeft ons eigenlijk dat antwoord niet. Mm. En dat is dus een soort mismatch, een, een naar ja. betekenis zoekende mens in een wereld die geen antwoord geeft. Nee. En uh, ja. Leuk. Ja, en, en het, ik vind het dus ook mooi omdat het. Uh, het zit ook heel erg in het, 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 het langzame hand omarmen van, van jouw eigen verhaal, van je eigen lot. Waar, um, dus het zit ook heel erg in die acceptatie ja. eigenlijk van. En wanneer uh, weet je nog een beetje wanneer jij dit las dan in jou. Eigenij. Ja, ik las dit een, een aan, toen ik een aantal jaren mijn nieuwe pad aan het ja, volgen was, je was, ja, was. Ja, ik studieerde was. Ja, en ook al uit de kerk was. Ja, en, okay. en toen ook begon te ontdekken van, oh ja, als er dan geen God is, en, waar doen we het eigenlijk allemaal voor? Waar, uh, en dan, ook, dan kun je ook wel eens overvallen worden door gevoelens van zinloosheid. Of ja, van, exact. En toen, nou en dan die oproep van leer van je eigen. Uh, verhaal houden of van je eigen pad. Uh, dat uh, sprak wow. me erg aan. En het derde boek. Ja, boek, ja, dat, ik, uh, heel lastig om te kiezen, maar ik had. Uh, oh, ja, ik klein. had eventueel ah, ja, okay. nog uh, Max Ambalij. Ja. Nee, <laughs> ja. nee, nee. Deze is het voor, wat ik voor de laatste die ik gelezen heb. Ik dacht, die kan ik eigenlijk niet uh, nee, okay. uh, weglaten. Ah, ja, okay. um, uh, wat ik een heel mooi, mooi boek vind, uh, dat heet Liefhebben van Erich Vrom, Ja. Een Duitse filosoof uit de uh, jaren 50. En zijn uh, uh, idee daarin is. Liefhebben is een, een vaardigheid, een, een kunde die je uh, gedurende je leven kunt trainen. En als je dus uh, op zoek bent naar een partner bijvoorbeeld, mm -hmm. um, dan is het risico, zegt hij, in de samenleving waarin we zitten, dat we ook liefde als een product gaan zien. Ja, dat heeft natuurlijk ja. de swipe. Uh, ja, precies. Ja, ja, ja. En, uh, dat ook dat een soort kapitalistisch ding wordt, gewoon op zoek naar het beste product. En, uh, en hij zegt: Ja, dan gaat het je waarschijnlijk niet lukken. Want uh, liefde is, ja, is geen product. Het is een, een kunst. Het is een kunde die je uh, kunt trainen. en waarvan uh, een van de belangrijkste aspecten is. dat je uh, leert geven. En hij zegt: Dus als je, als je een, graag een, een mooie, liefdevolle relatie wil. dan zegt hij, zou ik eigenlijk niet heel erg gaan, gaan zoeken naar diegene. maar dan zou ik eigenlijk uh, leren een, een gevend persoon te worden. En. Uh, uh, en daarvan te genieten. Want dan heb je eigenlijk een soort houding ontwikkeld in het leven waar... Dan zal het automatisch ook op je pad komen. Ja, ja. ja. en een en ander idee is dat hij zegt... we zijn uh, vanaf het moment dat... eigenlijk de, onze geboorte is ons eerste trauma. Van, ja, ja, afscheiding af, van je moeder. Precies, ja, ja, ja. ja. En we zoeken dus een, enorm in ons leven om die eenzaamheid te overwinnen. En het risico is dat we dat doen vanuit de, uh, de afhankelijkheid, dus eigenlijk dat we een relatie zoeken omdat we ja. het in ons eentje niet redden. En dan en hoe zit het bij jou? Uh, een goede filosoof is slecht in de liefde. Ja, dat, uh, ja mijn leven is daar ook een <laughs> uh, levend bewijs van. Nou goed, je bent, uh, je bent de kunst van de liefde in ieder geval. Uh... Ja, ja. Ik, uh, <laughs> ik, kreeg ik kreeg laatst op een date kreeg ik het boek. Um, Um, van diegene uh, ja. van het first date en die gaf het boek um, Great Philosophers Who Feel That Love was wel een origineel cadeau. Ja. En dat zijn ah. eigenlijk alle filosofen, die alle grote filosofen. Ja, dat. Uh, maar date daarmee is uh, gestopt of? Is ja, er... dat is ze daar ook mee <laughs> gestopt. Ja, <laughs> okay. ja. Ja, en, en wat ik een hele mooie quote uit dit boek vind, is ook wel een bekende trouwens die, die ook veel terug hoort komen, is um, um, on, onvolwassen liefde zegt. Ik hou van jou omdat ik je nodig heb. En volwassen liefde zegt, uh, ik heb je nodig omdat ik van je hou. Oeh, ik ken het niet. En, dat oh, nee. vind ik echt heel mooi. En, en die, ik, ja Voor mij was die, toen ik dit las, ook heel erg, uh, kwam die heel erg binnen of zo. Dat, dat um, ja, dit, uh, als je vanuit een soort onrust of ja, afhankelijkheid exactly. op zoek bent naar, uh, dan, dan is, dat, is dat eigenlijk niet de goe het goede startpunt. Nee. Uh, terwijl als het vanuit een soort rust is in jezelf uh, en dan iemand tegenkomen aan wie je kunt geven, want dat zegt hij ook ja, liefde is ook risico nemen, dingen gaan geven waarvan je niet weet of het terugkomt. Nee. Het is niet zo'n berekenend contract als we, als we hopen dat het is. Ja. Dus het, het heeft, dit boek heeft voor mij heel erg um, in elk geval mijn denken over liefde veranderd en wellicht um, wellicht dat het in, in de toekomst <laughs> nog wel eens in een helpt helpt. Help, ja. ja nee. oké. Okay. Ja, ik vind het mooi. Ik is uh, zeer inspirerend. Ik merk wel bij mezelf, maar ergens kan je bijna soms zeggen dat het hetzelfde is. Maar als ik naar mezelf kijk, dan moet ik vooral ook leren ontvangen. Want ah. geven is, uh, dat kan nog best wel makkelijk zijn. Of makkelijk, dat voelt ook goed. En, nou ja, uh, ja niet dat je dat allemaal zo bedenkt van, dan sta je bij hem in het krijt. Maar, het is gewoon, mm. maar ik, vind, ik vind, als ik eerlijk ben, in het dagelijks leven, maar ook zeker in de liefde. Vind ik ontvangen, dan dat ja. ja, je bent geneigd om dan gelijk, hè, ook als iemand je compliment geeft, dat je dan gelijk even een complimentje terug gaat geven. Gewoon, own it gewoon. Ja, dus ja maar... oké, okay, ja, ja, en dat is dan, dat, dat beschrijft hij inderdaad vanuit het geven heel sterk. Geven is iets geven zonder iets terug te verlangen, ja. maar dat is dan in het ontvangen eigenlijk soortgelijk. Ja. ja, iets ontvangen zonder meteen ja, exact. het ja. idee te hebben, ja. En dan toch het stiekem vierde boek, jouw laatst gelezen boek begrijp ik? Ja, ik heb, ik, ik, ik heb dit net uit. En het is gewoon, als je het als het over filosofie hebt, ik de vind titel ik het gewoon is top en, en het ziet eruit als een kinderboek moet ik eerlijk ja, zeggen. Ja, de ja, filosoof, het is van, de hond de en de Bruiloft. Ja, van Barbara Stok, het is eigenlijk een soort. Het is een graphic oh, novel. Ja, is ook echt. Een, ja, uh, ja. Ze, heeft, uh, ze heeft het ook over van Gogh gemaakt. Maar dit is over een van de eerste vrouwelijke filosofen, Hypargia. Dat was ook een uh, cynica. Dus van diegene die uh, zich onthechtte ja, van Ja, dat de heeft ook van iets van te maken anderen. met de hond, toch? Die heeft, ja, heeft zo'n term. Klopt, want zij leefde ook vaak zonder. De bezittingen, omdat ze bang waren dat die bezittingen hen te veel zouden hechten aan het, uh, ja, ja, ja. het materiële, uh, en daarom in de grootleven en er werd een scheldnaam was, ja, dat zijn de honden. En dat betekent de cynici, betekent honden, en maar dat werd hun hun geuzennaam Vierig, als het ja, ware, ja, ja. ja. en uh, ja, echt een ontzettend leuk boek. Want het laat heel erg de sfeer in dat, in dat Athene zien waar die bekende filosofen opkomen. Het laat ook een, een vrouwelijke filosoof zien, die dus in die tijd uh, wat best zeldzaam was, maar hoe zij haar uh, plek daarin vond. Het is heel ja, heel mooi. En gemaakt. De bruiloft dan? of dan? Ja, nou ja, dan komen we in de buurt van de, de, de spoiler alert, maar nee, zij, okay. zij uh, wordt ook verliefd op een. Uh, een Filosoof, hmm. ik, ik ken uh, Barbara Stok niet hoor. Het lijkt nu net alsof ik een soort haar, uh, het is een uh, noord marketing... dame jaagt, ja, maar, maar het ja. is uh, ja, ik heb het echt met ontzettend veel uh, plezier uh, gelezen. en uh, het, het geeft ook heel erg ja, de um, soort van de bron van dat filosoof waar komt al dat gefilosofeer vandaan. Dat ja. Ja, die wereld die zet zij heel erg uh, mooi neer. Ik heb één uh, basisvraag nog uh, niet gesteld en uh, die vraag kan altijd uh, aan iemand uh, wat is je ochtendritueel, als je dat hebt... Ik weet dat je best wel van zwemmen in het ei bent. Ik weet niet of je dat ja, uh, ja. nog steeds uh, doet. Ja, ja. ja, dus als, als ik uh, wakker word... dan ga ik eerst uh, uh, rekken, strekken, kwartier workout doen. Okay, ja. En dan, uh, dan ga ik het ei in. Uh, zwem ik, uh, als, als het lukt, uh, tien minuten. En dan uh, eruit ga ik douchen. Maar terwijl we dit opnemen, ligt er toevallig ijs. Uh, ja. Dan ga je... Je doet het gewoon. Ja ja Lijker man wel, ja ja dus ja, ik heb wel uh, van die rubberen sokken en handschoenen ah, okay, en een uh, ja, ja, ja. kapje aan ja, okay. maar uh, nee, ik doe het nu denk zo'n drie jaar en uh, ik zou niet meer zonder kunnen ik, nee. ik keek altijd best wel op tegen de winter qua qua nou, toch een beetje sombere fase van het jaar en dit dit heeft mijn winters gewoon uh, ik kijk nu uit naar de winter ja. voor die uh, dat zwemmen ja en nog uh, iets anders ja dan, dan um, ...douche ik dan maak ik havermoutpap klaar en dan uh, tijdens het eten lees ik een uh, een non-fictieboek ja yeah. uh, en voor het slapen gaan altijd een uh, fictie, fictie boek. Ja, ja. Uh, ja. en dat non-fictieboek is dus hoogstwaarschijnlijk wel uh, een filosofisch achtig uh, ja ja dat uh, er ja. zijn vaak wel ja ja nu ben ik dan met uh, Daniel Kahneman bezig oh ja uh, de het... vuilbare denken ja 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 die uh... moeilijk uh, ik, vind het voor... ik ben erin begonnen en ik wil hem nog echt wel aflezen. Dat is een van de boeken die ik graag volgend jaar op mijn reis uh, ga lezen. Maar ik oh, ja. merk wel dat ik het... Uh, hij het, heeft niet, ja. het is allemaal, ja, nee, niet alles hoeft makkelijk te zijn. Nee, leven, ik maar... heb ook niet, hij heeft niet per se zijn best gedaan om het <laughs> uh, sappig te, te brengen. Nee, nee. nee. Nou, nee het is ja. wel het is een hele interessante materie. Uh, ja, het is ja, geweldig hoe, hoe ons denken werkt of zo. Hè? Ja. Dat, ja. Het is geweldig. Uh, ja, uh, ja. Interessant. Oké. Okay. Mm, wat wil ik nog zeker bespreken? Want Lammerdijk, nou, ik kan niet wachten tot je een nieuwe boek is. Want dan weet ik dat ik je nog een keer kan uitnodigen. En dan kan ik ook uh, wel wat andere dingen bespreken. Ja, Eén leuk. punt wil ik zeker nog, uh, want het, dat uh, ja, vind ik heel mooi, is kunst. Mm. En de rol daarvan. En uh, ja, jij hebt het over twee... Zijn het ook filosofen, Hobbes en Locke? Uh, ja, is zijn ook filosofen, ja. 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 Um, die een beetje... Nou ja, elkaar, uh, nou ja, ze hebben een andere gedachte in ieder geval over wat, wat, wat kunst is. En ik, nou ja, laat ik dat er gewoon bij pakken. Het is voor jou ook lang geleden dat je dit geschreven ja. hebt. Want het ja. boek uh, is natuurlijk ook. Uh, wat is het? 2018. 2018, 2018, ja. 2018 ja, ja. Uh, oh ja, en hier gaat het dan over de Zwitserse filosoof Alain de Botton. Ja. ja. En uh, die onderscheidt zeven functies van kunst: kunst kan helpen, herinneren, troosten. Hoop geven, in balans brengen, zelf inzicht geven, helpen ontwikkelen en zaken doen uh, waarderen die te veel voor lief worden. En zaken doen waarderen die te veel voor lief worden genomen. Ja, ik heb ja. het nooit. Voor mij is het gewoon hè, muziek, maar ook zeker wel andere soorten van kunst. Ik heb er nooit bij nagedacht. Wat, uh, nou ja, uh... ja. Ja, hij heeft inderdaad een, een, uh, een boek geschreven, Kunst als therapie. En uh, zijn idee is, eigenlijk zou onze eerste vraag aan, aan elk kunstwerk moeten zijn: hoe kan jij mij helpen een mooier leven te leiden? Ja. En, uh, en volgens hem zouden de, de bordjes in de musea daar ook veel meer op ingericht moeten worden. Want het is nu toch vaak uh, Vaag om zelf ja, drogen. Ja. Van waar in welke collectie heeft hij eerder gehangen. Is, ja. ja er is niemand echt in geïnteresseerd. Uh, dus hij, hij heeft ook in het Rijksmuseum op een gegeven moment een. een Expositie gehad, waarin hij naast allerlei bekende kunstwerken in het Rijksmuseum een, een post it ophing. En daar stond erop tegen welke kwaal dat kunstwerk zou kunnen helpen. En, en je dat, zelf... op welke manier het dan oh, ja, tegen hielp. Ja, en een enorme, enorme wow. post it um, En ik heb ook een, een heel aantal jaren rondleidingen gegeven in, in musea, eigenlijk vanuit die, die kijk van, van de boton. Uh, ja. Waarmee je dus ook um, vragen gaat stellen aan een kunstwerk. Dus. Um, uh, welke herinneringen roept dit bij me op? Maar dat is het, op. dat had ik me nooit zo gerealiseerd: dat het iets je raakt, omdat het natuurlijk iets is wat in jezelf is. En echt niet ja. zozeer. Uh, ja, dus het is. Dus, dus. Ja, ik dacht echt, ik ga nooit meer vragen aan een kunstenaar wat hij bedoelt. Want het, bedoel, nee, precies, het, het is, ja. slaat nergens op. Hij, ja. Het is zijn uiting. En op mij heeft zijn uiting weer een heel ja, vanwege iets in mijn verleden, of weet ik wat. Absoluut, ja, dat is, ja dat is, en dat maakt het. Ik vind dus sinds ik de Botton en zijn ideeën ken, een museumbezoek ook veel leuker. Want als je met die vragen samen zo door zijn museum loopt, dan wordt het ineens een enorm zelfonderzoek. Ja. Van ook uh, uh, welke kunstwerk roept Walging of weerstand bij je op. En dan zegt de motor, ja, het feit dat... Het, daar moet je naartoe of zo. Want dan zit er iets in je kennelijk... wat je nog niet uh, verwerkt hebt... waardoor je zo walgt bij dat kunstwerk. Dat ja. um, levert heel veel in, interessante... En dan zegt Heidegger, die spreekt elkaar niet echt tegen... maar die ziet kunst juist als iets wat iets nieuws brengt... in plaats van iets in jezelf oproep. Maar ja, ja. ergens ja, raakt het je dan toch... Ja. In, dat het in jezelf zit, zou ik zeggen. Ja, er is, er is ook een... Um, um, ja, precies. De, wat ik ook wel een, een mooi idee vind is, uh, dat herken ik zelf heel erg, is hoe, hoe, hoe kunst kan troosten. Mm -hmm. um, uh, uh, want dat is soms ook door juist, uh, juist somber en, en uh, donkere kunst. Kan ook troostrijk zijn, omdat je daarin dan realiseert. Oh die kunstenaar kent dezelfde moeite of de, me, de duisternis. Ja, ja, ja. Rotko, die um, uh, kunstenaar die werd een keer ook geïnterviewd over een zo'n donker doek van hem. Die journalist die bleef maar doorvragen hey wat wil je nou uh, zeggen? Of wat is nou je boodschap? En een paar keer deed hij dat zo heel erg in, in kunstjargon... waar die journalist, die weet zich even erin vast. En toen zei hij, oké, okay, oké. Okay. Dit doek is een uiting van mijn verdriet... rechtstreeks naar jouw verdriet... zodat we even niet meer zo alleen zijn... En die herken ik ook heel erg, ja. dat als, als, ik het, uh, als ik een slechte dag heb, dat ik het dan heerlijk vind om uh, Nick Cave op te zetten. En uh, Schopenhauer is dan een heel pessimistisch filosoof, ja. die uh, schrijft dan dingen als het leven is een storende episode in de rest van het gelukzalige niets. En dan zit ik eruit en, en dan denk ik, oh nou, we hebben het in elk geval met, met elkaar zwaar. Een ja, soort ja, ja, ja. lotgenoten uh, idee, en dat, dat kan kunst natuurlijk ook geven, ja. Maar ik ben even vergeten of is het helemaal, wat, wat ook weer dat het Hobbes en Locke dan was. Ik heb het ook een niet Ja, dat, die, gelegen dat gelegen. zit in. Um, ze hebben een verschillend idee over de, de natuurstaat van de mens. Van is de mens ten diepste gericht op eigen belang of uh, op algemeen belang? Ja, 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 en, ja, 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 uh, ja. En daar zit dan ook een idee achter hoe groot uh, en hoe sterk een regering moet zijn. Dus Hobbes die zegt ja, de mens die is um, uh, een wolf voor zijn medemens. Alle, alle vrijheid die je geeft. Gaat, gaan mensen uiteindelijk altijd voor zichzelf. Uh, voor hun eigen belang uh, gebruiken. En Lok die zegt: nee, de mens is gemaakt. tot samenwerking en redelijkheid. Dat is dus, dus de meeste mensen deugen. Uh, ja, zeg maar. ja, 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 precies. Dat idee. Ja, en ja. hoe sta jij erin? Ik, um, ik denk dat het. Uh, ik denk dat. dat het goed en kwaad bij ons allemaal wel. Uh, dat die grens daar wel redelijk. allemaal. Door onszelf ook heen loopt, ja. zo, dat, het, dat het niet zozeer te zeggen is of goed of kwaad. Maar wat ik um, waar ik wel steeds meer van overtuigd ben, is dat de manier waarop je naar iemand uh, kijkt en hoe je iemands gedrag interpreteert, dat dat heel veel invloed heeft. Want volgens mij kun je niet een definitieve antwoord geven op de vraag: ja, is de mens ten diepste goed of is hij die ten diepste kwaad? Nee. Ik denk dat we het ten diepste allebei zijn, kunnen zijn en dat het maar net is wat zich uh, ontwikkelt. Maar je, je hebt wel natuurlijk onbewust vaak een bepaald mensbeeld. Waar, ja. van waaruit je iemands gedrag interpreteert. En dan kun je iemands gedrag altijd negatief interpreteren. of iemands gedrag altijd vanuit vertrouwen interpreteren. Ja, ja dan gaat het en, weer heel erg over. Nou ja, een soort stoïcijnse basis. van dat jij bepaalt hoe je ergens mee omgaat. Ja, precies. Ja, ja. en dan, dan denk ik dat de, de, de snelste manier om mensen. Uh, betrouwbaar te maken, is het te vertrouwen. En, uh, en uh, de snelste manier om ze onbetrouwbaar te maken, is het te wantrouwen. Dus dan is het meer een, een keuze uh, ja. die je maakt, waardoor je wellicht ook wel teleurgesteld zult worden. Maar, um... ja, ja, welk licht laat je erop schijnen. Ja. 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 Nou, nog even over het stoïcisme. Dat uh, weet ik nog, dat ik echt dacht, oh ja, dat wil ik, dat had ik er nooit zo gezien. Want dit nou, is wel eerder ter sparen gekomen. Ik heb Jan-Wolter Bijleveld gehad, de School of Life oh, collega. Ja. En Mark Duitert heeft uh, ook allemaal... Mooi boek over geschreven. Ja. Dus... Ik voelde hem altijd wel heel erg... Ja, hè, waarom zou je je druk maken over dingen die je toch niet kan veranderen? Ja. Dat is een fijne stoïcijnse gedachte. Ja. Maar ik ben net teruggekomen van een mannenretraite. En daar had ik een heel uh, ja, intens gesprek met iemand... Die... Uh, ja, met wie hij, hij was uh, aan het proberen met zijn vriendin om kinderen te krijgen. En hij... Zij eigenlijk, toen dacht ik, oh ja, hij zei, ja, ik heb het altijd gewoon heel uh, stoïcijns bekeken. Maar hij voelde nu, we hadden echt wel een mooie sessie gehad en, uh, en ceremonie toestanden. Hij zei, ja, ik voel nu juist heel erg dat ik veel meer eventjes echt die pijn mag voelen. En toen dacht ik oh, toch al van, oh ja, dit is voor het eerst dat ik, hè, stoïcijns is natuurlijk uh, op een gegeven moment in een soort negatief uh, zin, mm -hmm. kennen wij het. Mm -hmm. Maar ik vond dit wel dat ik dacht, ja. Ik snap je wel, ik vond het ook mooi hoe hij het echt letterlijk zo benoemde, het stoïcisme, want hij had daar ook wel veel over gelezen. Dus, maar da toen dacht ik wel, ja, maar dan, daar zit dus wel een gevaar in ja. om, om echt iets weg te drukken. Ja, en ik, ik, um, ik, ik denk ook dat in de manier waarop er over stoïcijnen gesproken is, dat er over het algemeen uh, iets te veel nadruk wordt gelegd op, die aantal, er zijn een aantal stoïcijnen die namelijk zeggen... Als je gedachten maar verandert, dan verander je gevoelens altijd mee. De, uh, dus uh, eigenlijk het idee: uh, gevoelens zijn uh, denkfouten. Ja, echt mindset. Ja, ding. dus als je Even, denkt, uh, ja. 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 Maar er zijn uh, bijvoorbeeld uh, Chrysippus is zo'n die dat zegt. Maar er zijn een heer, merendeel van de stoïcijnen die is niet zo radicaal daarin. Die daar is wel degelijk ruimte ook voor uh, gevoelens. En uh, daar hebben ze zelfs een term voor: de upadaya, dus de de gezonde gevoelens. Hmm. En um, en dan zou je juist denken vanuit de stoïcisme, maar ook uh, vanuit hem, die acceptatie wat niet te veranderen is, ook op die manier naar je verdriet kunnen kijken. Ja. Dus dat, uh, dat, dan ja, wordt het ja, bijna ja, ja. een soort Doe van... Niet net alsof je niet verdrietig bent. Precies, ja. ja, ja, ja dat het, ja, ja. dat het, het niet accepteren van die pijn uh, is, is dan eigenlijk ook uh, een, een niet-stoïcijns uh, ja. houding. Uh, maar er is, er is denk ik uh, vaak worden die stoïcijnen... Uh, Vooral in, en dat begrijp ik wel, omdat dat de meest extreme positie is. Van uh, ja, uh, al je gevoelens zijn eigenlijk denkfouten. En als je beter gaat denken, dan zijn ze allemaal te veranderen. Ja, maar voelt dat wel is, lekker. Ja, voelt lekker. Ja, 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 dat is ook een lekkere gedachte. <laughs> ja. Maar er is maar een klein, uh, eigenlijk maar een klein uh, deel van de stoos die uiteraard. dat beweert. En, ik, um, en, en wat ik zelf er heel... Prettig aan die stoïcijnen vindt, is dat het, want het wordt ook nog wel eens neergezet als: wordt het niet snel uh, fatalistisch of, of, of een beetje apathisch? Ja, uh, dat, zij, um, dat zij dus eigenlijk door zo'n onderscheid te maken tussen waar heb je wel en waar heb je geen invloed op, en alles te richten op waar je, waar je wel invloed op hebt, eerder een soort activerend zijn geweest van: Het is gewoon doodzonde dat we zoveel energie verspillen aan ja. waar we toch geen impact hebben. Dus uh, richt dat nou op. ...op die dingen waar je wel invloed hebt. Dus ik, ik dat lees... Dat is ook wat een beetje een Seneca Levenskunst Precies, ja. ja, ja, ja. Ik, ik, als ik die stoïcijnen lees... ...het is veel, veel meer een soort activerende prikkel... ...dan ja. dat het apathisch is. En, en dat wordt ze nog wel eens aangevreven, ...maar dat is denk ik is ook niet, uh, niet terecht. dat Nee, 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 maar... nee. Nou ja, een, een bekende en ook wel een krachtgevende... ...is De Dood, waar de stoïcijnen het altijd wel lekker in zijn. Ja. Uh, ja. Kijk, ik weet nog dat ik hier een, weer een hele leuke zag... Uh, wie bang is voor de dood doet nooit werkelijk iets als levend mens. Mm. Ongeheerlijk. Mm. Ja. Um, en dus, uh, uh, nou ja, het is het, dat is wel een soort. Nou ja, hoe kijk je aan tegen de dood? Laat ik. Uh... Ja. Nou, het is um, ja, voor mij is het denk ik de enerzijds de, de, de grote relativering van, van het leven. Ja. Dat, dat, dat in, het, in het licht van de dood wordt krijgt alles. Um, dat helpt wel, vind ik, om dingen de plek en de waarde te geven die, die ze denk verdienen. Dat, dat als verdienen. Ik vind het ook wel eens als ik een, een belangrijke beslissing moet nemen, prettig om, dat klinkt misschien een beetje uh, morbide, ik maar dat. Ja, om even over een begraafplaats te wandelen. Oh echt? Ja. En gek genoeg helpt dat mij, ja, ik, ik durf het bijna <laughs> het, nee, het, 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 het klinkt een beetje zo, zo uh, Want, weirdo. Wat, 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 wat geeft het je dan? Nou. Dan, dan realiseer ik me heel sterk. Oké, okay, op een dag uh, lig ik hier. Uh, je ziet al die ja. uh, grafstenen. Je ziet uh, wat er op staat en welke teksten. Dus je ziet ook even heel erg ja, soort van wat er, wat er voor die mensen toe gedaan heeft. Maar ook het besef, ja, over um, 40, 45 jaar uh, is het voor mij ook uh, gedaan. Het helpt me om een soort van heel veel ruis even weg te ja. krijgen en te bedenken, oké, okay, vanuit dat gezichtspunt, wat doet er dan nu toe? Ook die dingen waar je spijt van zou kunnen hebben, waar we het over gaat hebben. Ja, precies. Ja, ja. ja. En, um... Maar dat is ook dan begrijp ik hem nog wel iets meer. Ik vond het vooral leuk uh, dat jij in plaats van 'you only live once', 'YOLO', wat we allemaal kennen, huh. zeg jij 'YODO'. Ja. You only die once. Ja. En dat, ja, uh, uh, yeah. dat dat eigenlijk het. Um... Voor de stoïcijnen is natuurlijk die dood ook misschien wel een van de grootste dingen die we hebben te accepteren. Daar, ja. Daarom schrijven ze er ook zoveel zo over. Um, maar ik merk, merk zelf dat in veel van wat er in de filosofie gebeurt is eigenlijk... Ja, we kunnen er heel erg um, angstig natuurlijk voor zijn en tegenop zien. Maar we kunnen dat besef van, van eindigheid ook uh, proberen onze, onze vriend te maken. Of eigenlijk... Te gebruiken weer. Te gebruiken, Ja. ja, ja, ja. Dat de, um, uh, ik zag laatst Richard Says Goodbye, die film met Johnny Depp. Is een, hij is een hoogleraar die uh, gediagnosticeerd wordt. Ja, en hij wordt met... gaat helemaal los met zijn klas. Ja, blauwen. Uh, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja dus, uh, bijna een soort cartoonesk, uh, ja. zo ver gaan. Maar die, die zegt dan ook: ik, ben zo jammer dat ik, ik vind het zo jammer dat ik zo laat pas gerealiseerd heb dat, dat de dood eigenlijk mijn, uh, een kameraad kan zijn. Die je naast je op de ja. stoel kan zetten. En je eigenlijk zo kan helpen om je leven uh, bewust te, te leiden. En, um, en de stoïcijnen die hebben dus ook echt, ik heb eens een keer een lijstje gemaakt. Die hebben heel veel uh, gedachteoefeningen rond de dood die je kunnen helpen om bewuster te leven. De, de bekendste is: uh, doe alles wat je doet alsof je het voor de laatste keer doet. Ja. Uh, maar wat ik ook een hele mooie vind die ook bij bijvoorbeeld Act Den De Munnik terugkomt, is: bedenk je ook aan het begin van een dag soms dat je gisteren had kunnen overlijden maar je bent er nog zo ja, ja, en je hebt ja, ja. in dat boek van of in dat liedje het regent zonnestralen dan dan leest Herman, Herman op de ja, bankje. dat hij dus nou, die ja. dat hij gisteren overleden zou zijn maar dat is dan degene die aan wie hij zijn auto verkocht had en dan bedenkt hij opeens hey ik ja. heb een tweede kans of zo man, ja. ik kan gewoon en uh, uh, ja dus hebben we zo een heel aantal van dat soort eigenlijk ja, denk oefeningen ja, ja. die waarbij de dood gebruikt om uh, maar wat ik wel een inspirerende vind, die ik ook bij jou hoorde, is dat je dus niet, uh, het is wel een bekende leven alsof het je laatste dag is. En ik moet zeggen, ik heb ook, uh, nou ja, het is, het is een leuke drive. Hm. Maar jij zegt eigenlijk, wat veel moeilijker is, leef alsof het je eerste dag is. Ja, 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 dat is. Uh, dat is dat, moeilijk hoor. Ja, dat is veel, uh, veel moeilijker. Um, en maar ik, ik, omdat ik inderdaad heel regelmatig bij die stoïcijnen zijn ook dat idee, dat advies las van leef elke, elke dag alsof het je laatste is. Um, maar er ook een bepaalde schoonheid zit in um, die kinderlijke verwondering of ja. zou hebben dat je dat je als als kind ja ik las laatst een onderzoek dat kinderen die stellen gemiddeld 300 vragen op een dag en volwassenen 30. En uh, ergens wow. raken we dus ook die ja. nieuwsgierigheid kwijt of ja, dat ja, ja, ja. en uh, dus Iets daarvan trainen, van leven alsof het je eerste dag is, dan, ja. daar zit ook natuurlijk ja. heel veel schoonheid in. Maar daarom in. heb ik ook heel veel zin in die reis, tikkeltje geforceerd, maar wel, dat ga ik letterlijk doen. Oh ja, ja, ja. Want dat... ja, ik weet niet zo goed uh, wat we gaan beleven. En ja. Dat, ja, ja, ja. En dan moet je ook dus daarin jezelf echt weer opnieuw gaan uitvinden. Als je in allerlei situaties komt waarin je nog nooit eerder ge ja. bent geweest, dan, dan creëer je een context waarin je... Iets meer dat leven alsof je je eerste dag is kunt ervaren, ja. denk ik. Ja. Ja, ja. En even filosoferen over de dood. Wat denk je dat er gebeurt? Je bent natuurlijk opgegroeid met... Uh, je komt in de hemel. Of in de hel. Of in de hel. Ah oh, ja, 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 dat, dat ja. was, juist dat was eigenlijk... Denken. Daar ging het meer over. Ja. <laughs> ja. <laughs> uh, wat denk je dat er gebeurt? Um, nou, op, op, dat, op dat vlak ben ik wel echt uh, agnost. In de zin van... Uh, het, wat, het enige wat ik weet is, is dat we... Het, Echt niet kunnen weten. Ja. Um, als ik nu al mijn geld ergens op zou ja, moeten precies, zetten, Ja, dat Ja, maar. En dan ja. zou het natuurlijk sowieso slimmer zijn om dat te doen, of dat er dat een er hiernaam was, is, want. Als ja, het er niet is, dan, dan heb nee, nee, ik het zo gehad. Wauw. Maar. Um, um, ja, dus, dat zou het slimmer zijn om het <laughs> op te Maar. maar um, ik, ik, uh, maar ik, ik. Ik zou denk ik dus op dit moment naar neigen om te zeggen dat het. Um, dat er niks is. Maar, uh, maar ik ben me er net zo goed van bewust dat, uh, dat ik, dat ik, uh, wie ben ik, omdat. Ja, uh, nee, oké, okay, maar dat is wel waar uh, je ja. nu toch meer naar neigt. Maar dat is, voor mezelf kan ik dat ook heel goed verklaren, omdat ik zo opgegroeid ben met een heel duidelijk beeld van ja. wat er na die dood is. Daar heb ik afscheid van genomen. En um, ik, ik ben me er ook wel van bewust dat er bij mij natuurlijk een bepaalde. Uh, Allergie zit om ja, te snel begrepen. weer dingen dan in te gaan vullen en dat ik ja. er heel, heel voorzichtig mee ben, maar ook wel omdat ik denk: um, ja, we, we, we kunnen het ook niet weten. En, en ik snap wel dat we dat we als mens ontzettend graag natuurlijk uh, um, wel um, iets na de dood hebben, uh, want want ja, het leven ja. en 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 de liefde is te mooi om en. En dat, is, dat begrijp ik ergens als natuurlijk. Um, er zijn dingen die zo krachtig voelen. dat je ook, ook in liefde. dat je denkt, nou. het lijkt mij sterk dat de dood. Uh, daar een einde aan maakt. of zo. D dat uh, ja, mooi, voel ja. ik ook wel heel erg mee. Ja. Ja. En hoe uh, wil je herinnerd worden? Of met het beeld dat jij net schetste. en uh, jouw uh, wandelingetjes. wat wil je dat er op jouw. grassteen staat? Oh ja. Oh, yeah. Oh, daar had, had ik laatst zag. Ik een heel mooie uitspraak van. En nu weet ik, nu ben ik die even vergeten. Nu je dit zo vraagt. Dacht okay. ik, uh, misschien dat ik die zo nog even snel op kan zoeken. Ja. Die, dat, dat ik dacht, dat is een, een mooie quote voor op een grafsteen. Maar, maar hoe wil jij erin? Dus ja. Um, nou, ik zou, ik zou het vooral heel mooi vinden als, als, er, als ik op een gegeven moment overleden ben. dat de mensen die, met wie ik contact heb gehad zouden zeggen: Ja, als, je, als we langer tegenkwamen, dan. Voelde je ruimte, of dan was er, uh, had ik het idee dat er weinig oordeel was. Of, uh, uh, en die ruimte, die gaf ook een soort vrolijkheid en vrijheid. En um, dat zou, ja, dat zou ik ja. geweldig vinden. Nou, ik denk dat dat uh, wel gaat gebeuren. Ik verheug me op je boek, wat hier echt over gaat, is dus ook over perspectieve lenigheid. Ja. Ja. Uh, laten we dan uh, uh, sneller afspreken. Ik weet niet of het een Socratisch gesprek was, maar een prettig gesprek vond ik het niet. Wat, ja, dat is gelijk ook. Lambert Kamphuis. Uh, misschien komt er nog in de beschrijving dus een filosofische quote voor op zijn grafsteen. <laughs> en uh, ik had nog iets beloofd. Oh, ja, nou goed, die, 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 die punten waar mensen. Uh, spijt van kunnen hebben. En de boeken natuurlijk uiteraard. Die staan op koekeroe.nl slash Lammert. De boeken van Lammert en ook de boeken die hij ingebracht heeft in de boekenkast. Dus koekeroe.nl slash Lammert. Mocht je zelf nog een mooie filosofische quote hebben, uh, ik hou ervan. Uh, doe er eentje in de beschrijving. Dan kunnen we daarvan genieten. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Tot de volgende. Zo'n groet. Hoi.